Hey, fijne mens. Welkom op mijn kanaal. Super als je terug bent. We hebben van de week 9000 subscribers bereikt. Nou, dat vind ik echt waanzinnig. Ondertussen zijn er alweer 400 bij. Nou, dit zeg ik niet om mee te pochen, maar gewoon om even te bedanken. Echt waanzinnig. De reacties zijn fantastisch. Dus die dankbaarheid vind ik ontzettend fijn om te voelen. En vanuit die dankbaarheid ga ik ook vandaag een gast introduceren die door een aantal studenten van hem is voorgesteld. Ik geloof ondertussen, nou, 5 of 6. Een prachtige teacher, Taoïstische teacher. In Europa, nou, bij verreweg de nummer 1 op het gebied van Taoïstische seksualiteit. En ik ga nog even het linkje maken, daarna ga ik naar mijn gast over. In een van mijn eerdere video's, die ging over liefdesverslaving, heb ik een tip gegeven om deze man te bestuderen. Om in ieder geval zijn werk te bestuderen. Want dat ging over als liefdesverslaafde te makkelijk jezelf, je lichaam weggeven. Nou, toen zei een van jouw medewerkers uit je team, die zei, daar moet je Reinhard een keer uitnodigen. Dus een heleboel mensen hebben dit gedaan. Ik ga naar jou over, Reinhard. Reinhard Eleveld, van harte welkom in het mooie Den Haag. Fijn dat je hierheen bent gekomen. Ja. Hoe is het? Ja, nee, oké. Zit je er goed bij? Ik zit er goed bij, ja? Ja, dank je. Ja. Laten we gewoon eens kijken naar een mooie ingang om dit gebied in te vliegen, aan te gaan. Resoneerde dat al wat ik net tegen jou vertelde? Of wil je eerst een stukje persoonlijke introductie nog? Nee, dat resoneerde. Ik herkende het erin, zeg maar. En het is ook leuk om te horen dat je dus al een aantal jaren geleden mij dan al noemde. Ja. Het is fijn om hier te zijn. En nee, alle respect. Fijn om te horen. Ja. Ik heb 9000 mensen nu dit volgen. Dus ook wel weer chapeau. Het is echt onwijs gaaf. Het is zo mooi dat er zoveel mensen bewust worden van met name codependency, jeugdtrauma. En dus nu ook de link gaan maken. Want daarom heb ik jou uitgenodigd met seksualiteit. Ja. Want daar gaan we, ja, als je dit soort patronen waar we het dadelijk over gaan hebben, onder andere hoor, daar gaan we gewoon de mist in. Als je te weinig grenzen hebt, te weinig contact met je eigen behoeftes. Bij mij kraakt en piept het al, maar in goede zin. Nee, ik vind het mooi dat je die codependentie zo naar voren brengt, want het is over het algemeen een beetje onderbelicht stukje van de menselijkheid. We hebben het vaak over de verslaafde zelf, zeg maar, of degene die zelf in de problemen zit, maar degene die daar ondersteunend of bij een instandhoudend bij aanwezig is, die een onderdeel van vormt van de deal. Ja, die heeft vaak niet goed in de gaten hoe die zelf onderdeel is van die machine. En hoe die zichzelf, maar ook de situatie, eigenlijk op een destructieve manier in stand houdt. Mm-hmm. Dus ik vind het heel goed wat je doet. Ik wens je eigenlijk wel 90.000 volgers. Wow, of zo. Ja, nee, nou, let's go. Volgens mij is ik denk persoonlijk dat iedereen van ons codependent is. Mm-hmm. Geen mens uitgesloten. Mm-hmm. En de mensen denken nog wel eens te makkelijk van, oh, hij of zij heeft een verslavingsprobleem en ik gelukkig niet. Maar het is volgens mij complexer dan dat. Of het is veel omvattender dan dat. En ik denk dat iedereen wat kan leren over het nadenken over welk archetype hij is of zij is. En hoe hij of zij bepaalde destructieve patronen in zijn leven of haar leven of in de familie of in het gezin in stand houdt. Ja. En dat doorbreken van die patronen, dus van destructief naar constructief, dat bedoel ik dan. Hoe je van een neergaande spiraal in een constructieve spiraal terechtkomt. Dat is volgens mij niet alleen voor jou en mij belangrijk als mens, maar voor iedereen belangrijk. En ook voor de mensheid als geheel. Absoluut. Want je ziet de hele mensheid op dit moment wel in een destructief patroon. Ja. Check, even voor duidelijkheid. Heb je het ook waargenomen? Ja, zeker. Oké, okay, fijn om te horen. En naar mijn idee zijn we niet alleen bezig met onszelf te redden en daarover na te denken. En ons gezin of onze intimie te helpen om niet verder af te dalen. Maar ook als mensheid weer een veilig spoor gaan vinden. Dus ik denk dat we als mensheid ook moeten gaan nadenken over ons eigen aandeel in destructieve patronen. Kijk, nou, daar zouden we sowieso al een hele podcast aan kunnen wijden. Nou ja, we hadden net even een kwartier toen de bank met elkaar om af te stemmen. Toen dacht ik ook van, dit wordt nog een ingewikkelde podcast, omdat we het volgens mij op een heleboel punten eens zijn. Ja. En dan wordt het ook een beetje preken in eigen parochie of zo. Ik weet niet, maar laten we dat gewoon niet doen. Laten we gewoon inbrengen wat we weten en wat we niet weten. Gewoon heel dom bij kijken. Dus eigenlijk zeg jij ook iets wat jij ook herkent. Hè, dus inderdaad op een wereldniveau, op een landelijk niveau. We zijn allemaal een beetje de kluts kwijt. Hè? Een beetje een toestand, ja. Ja, dat is toestand die herken je in de wereld. Maar heb je daar een link mee gevonden met het Taoïsme? Nou, niet alleen een link mee gevonden. Ik beweer zelfs dat ik de way out ken. Oké. Ja, dus de Taoïsme is iets wat ik ontdekte
Nou, ik ken het heel lang. Ik ben 66 nu, maar ik was op mijn 15e ben ik begonnen met op pad gaan. Ja. En dus ik heb toen besloten dat ik in dit leven tovenaar zou gaan worden. Ja, er werd mij gevraagd, wat wil je later worden, Reinoud? Tovenaar. Prachtig. En ja, ik was slim genoeg om dat dan niet te vertellen aan mijn ouders of mensen op school. Want dan krijg je medicijnen en wordt het weer een heel ander verhaal. Dus ik heb gewoon piloot gezegd. Nou, iedereen blij, Reinoud wordt piloot. Maar dat was gewoon een cover, zoals het heet. Als tovenaarsleerling, als je kwetsbaar bent, dan in het begin hanteer je covers. Ja. Dus je vertelt andere dingen dan wat je eigenlijk echt nastreeft. Maar dat heb ik natuurlijk ook gedaan in mijn leven. Maar ik ben gewoon als een speer dat gaan volgen. Nou, ik ben nu 66, dus ik heb mijn hele, wat voor normale mensen hun hele scholings- en actieve carrière leeftijd is, heb ik alleen maar daarmee bezig gehad. Dus ik ben gewoon daar helemaal. Ik heb gewoon nooit een echte carrière gehad op iets dergelijks. Ik heb gewoon alleen maar bezig geweest met tovenaarsleerling zijn, tovenaar worden en langzaam maar zeker daar een plek in vinden. En toen ik 18 was, had ik wel de I Ching in huis. En wist ik al een beetje van dat soort boeken. Tao Te Ching al gelezen, maar dat was allemaal nog te filosofisch. Kon ik niet zoveel mee. Ik krijg even kippenvel. Oh, ja. Want ik heb ook. Staat daar nog ergens. Rechtsboven staat hij tussen. Die heb ik ook op mijn 18e gekocht. Nou ja, ja. Dus ik zit hier alleen maar. Ja, maar goed, dat geef ik aan. We zitten wat in de problemen. We hebben hier en daar wat parallel. Ja, maar, ja, ja. Maar goed, ik snap al snel van nee, dit is niet praktisch genoeg. En heb ik het wat losgelaten. Ben ik andere dingen gaan onderzoeken. Toen kwam ik al vrij snel erachter dat om tovenaar te worden, ik mijn seksualiteit zou moeten trainen. Mm-hmm. Wat ik niet goed begreep op dat moment. Maar ik had wel de klok en de klepel toen al gehoord. Ja. Ik denk op mijn 18e al. En skip een heleboel verhalen. En uiteindelijk kom ik bij het Taoïsme terecht. In eerste instantie een stijl die al wat verwesterd was. Waar ja. je daar uiteindelijk ook China in. Met de originele Neidangong, de interne alchemisten. Mm-hmm. En die wisten hoe je seksuele energie kon omzetten in vitaliteit en bewustzijnsontwikkeling en spiritueel ontwaken. Dus die kenden de geheimen. Ja. En dat ben ik voor mezelf gaan leren. Dan ben ik al bijna 40 toen ik dat dus echt begon eigen te maken. En in dat eigen maken ontdekte ik van, wacht eens even. Nu snap ik waarom de mensheid in een gigantische valkuil terecht is gekomen. Ja. En toen ben ik eigenlijk, je zou bijna zeggen, gestopt met tovenaar willen worden. Omdat ik urgentie kreeg op dit moet ik de mensen thuis vertellen. Dus in plaats van in de wereld te leven, ben ik teruggegaan naar Nederland. Maar leg eens uit jouw inzicht. Wat was het dat je dacht, oké, nu snap ik, dit willen we weten. Zo moeilijk is het niet. Ik begon door te krijgen dat mensen hun seksualiteit niet trainen. Mm-hmm. En ook als ik dit zeg, weet ik zeker een heleboel mensen zeggen, seksualiteit trainen. Bij trainen denken we aan sportieve kleren aantrekken en zweten in een gym of rondrennen op het sportveld of zoiets, weet je wel, whatever. Dus dat denken we aan trainen, maar we denken niet aan onze seksualiteit als iets wat je kan trainen. Mm-hmm. Seksualiteit is een soort geaardheid of is iets wat ons verlangen vult of gekoppeld is aan de gender wat je bent, whatever. Op wie je spannend vindt of wie je leuk vindt of waar je verliefd op wordt en met wie je zou willen rommelen in het hooi. Zeg maar zo, dan denken we aan seksualiteit. Nou, we denken natuurlijk bij seksualiteit aan kinderen maken. Of wel vrij, maar geen kinderen maken, whatever. Zweten ik noemde net al seksuele verslaving. Daar kun je aan denken. Pornografisering van de hele wereld kun je aan denken. Maar niemand denkt aan dat je seksualiteit kan trainen. We kunnen alles trainen. We kunnen trainen dat je naar de wc gaat. We kunnen trainen dat je boterhammen met kaas smeert. Waarom zou je seksualiteit niet trainen? Maar als je 2000 jaar lang de seksualiteit onderdrukt hebt en dat je er niet over mag praten en dat het allemaal, dan is de echte kennis is gewoon verdwenen. Mm-hmm. We zijn barbaars volk. Westerse mensen die zijn barbaars als het gaat over het gebied van seksualiteit, zijn kwijtgeraakt dat je het kan trainen. En ongetrainde mensen, seksueel ongetrainde mensen, zijn gevaarlijk voor de planeet. Okay. En dus er is maar één oplossing en dat is, we moeten allemaal onze seksualiteit gaan trainen. Niemand uitgezonderd. De mensen die niet trainen, moet je gewoon geen eten meer geven. Want ze zijn gevaarlijk. Dus zij zijn de oorzaak ervan dat de planeet ten onder gaat. Ja, dus dat is helemaal geen grappig. Dus, maar leg eens uit. Want ik denk dat de kijker en ik ook nu met zijn wenkbrauwen frons. Dan kunnen we elkaar even vinden in de kruisvlak waar we het nog niet met elkaar eens zijn. Mooi, dan hebben we er eentje. Ja.
Ja, dus het punt van dat je geen eten krijgt, jij, ja, als je precies. Je seksualiteit niet krijgt. Oké. Ja, dat raakt dat me was even. Het raakpunt, oké. Ja. Maar vertel eens, wat maakt een mens gevaarlijk die zijn seksualiteit niet onderzoekt? Iemand die zijn seksualiteit niet traint, is om te beginnen grensoverschrijdend en hij is niet gevuld. En iemand die niet gevuld is, die gaat op zoek naar vulling. Mm-hmm. Die gaat eigenlijk op zoek, ik ben leeg en ik moet mij vullen via de ander of het andere. Aha. En dan ga je eigenlijk op rooftocht, zou je kunnen zeggen. En dat is wat je de mensheid ziet doen. Ja, dus de mensheid zie je op rooftocht. Mm-hmm. Check? Ja. Okay. Kan je vinden. Ben jij mens? Zeker. Okay. Ben je onderdeel van de mensheid? Absoluut. Dan ben jij codependent op die rooftocht. Ja. Check? Ja. Oké, daar zijn we waar we moeten zijn. Dan zijn we het weer eens. Hè? Ja. Nou, wil jij codependent zijn op rooftocht? Of wil je codependent zijn op veiligheid? Nou ja, veiligheid is voor mij een grote streven. Voor mij is nummer 1 veiligheid. Nummer 2 is ook veiligheid. Nummer 3 is ook veiligheid. Mm-hmm. Een onveilige mensheid is een nachtmerrie. Een veilige mensheid is een mooie droom. Dus, mooi. En dit ontdekte ik. Dus ik ontdekte, oh shit. Ik kon mijn eigen leegheid voelen natuurlijk. En dat begon ik te vullen toen. En toen ik het eenmaal begon te voelen, veranderde het hele uitgangspunt van mijn leven veranderde. Dus ja. Toen werd ik ook van, wacht even, als ik al tovenaar wil worden, is allemaal onzin. Dat is allemaal omdat ik leeg ben. Maar toen ik eenmaal vol begon te worden, was dat hele toveren niet meer interessant. Want ja. Ik was vol. Dus ik had in zekere zin mijn doel bereikt. Want waarom ga je op weg om jezelf te vullen? Als je vol bent, ben je voltooid. Mag ik even kijken of ik je goed heb begrepen? Want ik denk dat dat voor de kijker en de luisteraar ook belangrijk is. Dus eigenlijk zeg je, de meeste mensen op deze aardbodem op dit moment hebben een leegte in zichzelf. Check. En die vullen ze op zich niet per se met seksualiteit. Maar die gaan die leegte dan vullen met willen hebben. Anything. Alles ook, wat, ook met seksualiteit. Ook met seksualiteit, dus, maar ja. Met verslaving, met dingen kopen. Omdat ze met zelf leeg zijn en dat is een onverdraaglijk gevoel. Ja. Het is eigenlijk een gevoel van ik kom tekort, ik faal, ja. Ik zit niet goed in mijn vel, ik ben niet gelukkig, ik krijg een soort heigerig iets. Ja. En dat maakt je kwetsbaar voor verleiding. Ja. En verleiding mag je de hele consumistische maatschappij noemen. Verleiding mag het idee zijn, als ik een groot huis en 2 auto's heb, ben ik gelukkig. Als ik een vrouw en 3 secretaresses in de billen kan knijpen, ben ik gelukkig. Als ik een hele knappe man heb die voor mij kiest, ben ik gelukkig. En als hij niet vreemd gaat met anderen, dat zou ook wel helpen. Nou, al die dingen die allemaal buiten ons liggen. Een eindeloos veld van dingen die buiten ons liggen. En allemaal een poging om dat gapende gat te vullen. Om het gapende gat te. Ik vind het heel belangrijk. Dat is leegte. En dat is niet de mystieke leegte van helemaal zijn met de stilte. Maar het is de leegte van een tekort. Ja, het is eigenlijk juist de leegte van het niet gevuld zijn. Niet gevuld. Met het wonder zelf. Ja, dat woord heb je ook een paar keer gebruikt. En niet gevuld zijn. Er komt gelijk bij mij de vraag op. En hoe vul je jezelf dan? Hoe vul je jezelf? Nou ja, hoe vult de natuur zich? Hoe kunnen alle bomen. Moet je eens opletten, je kunt ook je bomen om je heen. De tuin ook straks. Als de bomen weer gaan groeien. Mm-hmm. En dan gaan ze ook die bloemen weer maken. Dan maken ze niet 1 bloempje of 2 bloempje. Gele fooi. Hele boom barst weer van bloemen uit elkaar. En dan de bladen. Het is één grote vulling, zeg maar. Het is onvoorstelbaar hoe de natuur eindeloos zichzelf vanuit volheid presenteert. En helemaal niet vanuit het nemen, vanuit het geven. Mm-hmm. Dus het geeft zich helemaal over. Een onvoorstelbare rijkdom aan overvloed. En wat de natuur nog heel goed doet, de natuur voedt zich nog aan de seksuele energie. Kijk, alles vrijt natuurlijk. Snap je? De zon en de aarde vrijen en maken het leven. Alles gaat eigenlijk over het mannelijke en vrouwelijke, wat elkaar zoekt. En op een gegeven moment daar een soort derde kracht uit creëert. We bestaan een ontploffende ster. Ja. Nou, dan vormt zich een planeet. En die planeet met die oceaanmoeder komt in een heel mooi spanningsveld tussen zonlicht en waterkracht. Licht en water, zeg maar. Dat gaat bewegen en dat maakt het leven zelf. Dat is het hele geheim. Punt. En met andere woorden. Ook gewoon punt, hè? Ja, punt. Maar alles is dus afhankelijk van dat vrije van de werkelijkheid. Ja. Alles vrijt. En ook jij bent gemaakt door vrije. Mama en papa zijn gaan vrije in de hooizolder. Mijn papa en mama zijn gaan vrije. En paf, daar ben je de derde kracht. Hè? Dus mama is een kracht, papa is een kracht. Mm-hmm. Jij bent het kracht. Nou, je hebt zelf ook verwekt. Dus je hebt zelf ook die rol gespeeld van. Nou, je hebt je eigen kinderen, dan zie je toch ook meteen, dat is niet ik, dat is niet mijn vrouw, dat is iets unieks. Ja. Dus de natuur en seksualiteit maken iets unieks. Dat unieke maken in jezelf, dat vult. Het unieke doorgeven van de levenskracht, is dat wat je zegt? Het niet doorgeven van de levenskracht, het maken van levenskracht. Maken van levenskracht. Nou, dat is eigenlijk waar het over gaat. Kijk, de werkelijkheid maakt
levenskracht. Ja. Jij leeft, je bent gemaakt door de werkelijkheid. Ja. Check. Ja. Ben jij een onderdeel van de werkelijkheid of ben je geen onderdeel van de werkelijkheid? Ja, zeker. Je bent onderdeel van de werkelijkheid. Ja. Dus je bent werkelijkheid, dan kan jij levenskracht maken. Mm-hmm. Want de werkelijkheid maakt levenskracht. Ja. En mensen die in staat zijn om die levenskracht, die knop in zichzelf aan te zetten om levenskracht te maken, niet extern een kindje of een baby, maar intern in zichzelf, die gaan zichzelf vullen. Mm-hmm. Dus je kunt jezelf, de kracht die jij gebruikt hebt samen met je vrouw om kinderen te maken, die kracht kun je ook gebruiken in jezelf om jezelf te vullen. En als je dat volle bereikt, dan vallen eigenlijk verleidingen, allerlei verslavingspatronen, vallen gewoon af van je af als de huid van een slang die groter wordt. Dit is heel boeiend, absoluut. Ja. En dit is ook de kern van jouw praktische Taoïsme. Check, dit is de kern. Ja. Dit is de kern, ja. Ik ben er even stil van. Volgens mij kunnen we hier stoppen. Ja, dit is het toch gewoon. Ja, ik zou zeggen, iedereen gaan trainen en klaar. Ja, nee, maar mee eens. Ja. Hè, dus het gaat, je hebt een aantal woorden gebruikt. Je hebt volheid gebruikt. Hè, en dat verwijst ook naar dat woord vulling wat je gebruikt. Dus je hebt dus de mannelijke en het vrouwelijke in jezelf ook te vinden. Ja, hè, en daar heb je de liefde mee te gaan bedrijven, zeg ik dat nog goed? Nee, je hebt helemaal gelijk. Het gaat dus over de werkelijkheid of de natuur kunnen waarnemen als iets wat volheid kan creëren. Ja. En beseffen dat de natuur ook jou, mij, jullie heeft voortgebracht. Oké, dus als jij bent voortgebracht door de natuur, dan ben ik natuur. Ja. En als de natuur volheid kan maken, als de natuur levenskracht kan maken, en ik ben natuur, kan ik dat ook. Dus het is eigenlijk het aanvaarden van dat je een natuurlijk iets bent. Ja. En de natuur kan dat. En de volgende stap is dat in jezelf vinden. Dus je moet eerst de vraag stellen, ben ik natuur? En als de natuur levenskracht maakt, kan ik dan levenskracht maken? Ja. Waarom weet ik dat zeker? Omdat mensen andere mensen kunnen maken. Mm-hmm. Dus mensen kunnen het. Hè? Dus ik kan het, ik ben ook mens. Maar kun je dat ook in jezelf maken? Kan de natuur in de natuur levenskracht maken? Kijk even in de tuin, zeg dan ja. Mm-hmm. Nou, als je dan je eigen tuin, je innerlijke tuin ontdekt, kan je in die innerlijke tuin levenskracht maken, dan is er maar één conclusie mogelijk, ja. Iedereen die anders denkt of beweert, is gewoon dwalende. Er is maar één conclusie mogelijk, je kunt levenskracht maken. Mm-hmm. Terwijl jij denkt, ik heb mijn levenskracht van mama en papa gekregen, ik hou het een beetje in stand door wat bananen te eten, elke dag gaan we te drinken, en tot het op is, en dan ga ik dood. Dat is onzin. Mm. Dat is allemaal. Ik ben blij dat je even voor mij praat, hè? Oh, nou, sorry. Ik weet niet hoe jij het doet, maar het zoiets, weet je wel. Ja, even globaal. Ja, ik hou een beetje van zwart-wit. Tuurlijk. Ja. Nee, we zetten het er even op scherp. Ja, maar je kunt dus, dit is gewoon een hele goede brainwave. Je kunt zelf in jouw levenskracht maken. Dat is de innerlijke alchemie. Dat is interne alchemie. Dat Naidangong betekent interne alchemie. Aha. Gaat echt over dat je in jezelf een soort alchemistisch proces kan creëren, waardoor je levenskracht maakt. Dus ik maak niet alleen levenskracht op door te leven, maar terwijl ik leef, maak ik het ook. Weet kleine beetje. Er gaan bij mij zoveel vraagtekens nu. En dan, de eerste is, meneer de tovenaar, vertel ons het geheim hoe wij deze kracht in onszelf kunnen gaan. Nou, je hebt enerzijds moet je een contact hebben met de lichtloze, schone, heldere kracht van moeder aarde. Mm-hmm. Dus als je, het gaat om een soort droomkracht, hè, maar de wortels van de bomen, wat doen die nou precies met die wortels? Waarom zouden die stomme bomen nou met die wortels in de grond gaan? Heel waarom, het is toch veel makkelijker om geen wortels in de bomen, gewoon lekker klaar. Mm. Maar waarom groeien ze die wortels? En waarom zijn ze ook de hele winter bezig daarmee? Omdat ze eigenlijk die lichtloze, voedende kracht van de moeder in zich optrekken. Mm-hmm. Dus het gaan eigenlijk gewoon zich voeden. Ja. Voeden. Dus ene bestanddeel is voeding heb je nodig. Ja? Mm-hmm. Nou, wij zijn los van de grond. Hè? Dus wij kunnen onze voeten. Dus we zijn niet meer fysiek geworteld. Maar alles in de natuur heeft nog, zeg maar, droomkracht om zich te wortelen. Dus met droomkracht bedoel ik, als jij je ogen dicht doet, doe ik zelf ook. Je gaat even naar je voeten en je stelt je voor dat je net als een boom wortels maakt. Hè? Gewoon een metertje of 10 de grond in, zeg maar. Mm-hmm. Nou, sorry, dan kom maar weer terug. Het is alleen maar een verbeelding. Ja. Maar dat in feite is dat echt zo. Dus we hebben het vermogen om ons te verbinden met die kracht. En de echte centrale plek waar die energie verzameld wordt, zijn bij mannen de testicles en bij vrouwen de eierstokken.
Dus dat is één helft van het geheim. Aan de andere kant... De energie van de aarde, van de moeder. Van de moeder, ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja. Moeder aarde, ja, ja, ja. Of de oceaanmoeder, of whatever. De vrouwelijke kracht, de yin, zo wordt het ook wel genoemd in de interne alchemie. Het ontvankelijke, het trage, het lichtloze, het heldere, het schone. Het is echt een hele mooie droomenergie, zeg maar. En daarom gaan we ook liggen s'nachts. Eigenlijk s'nachts ga je liggen op de energie om gevoed te worden, om gerecupereerd te worden. Dat doen we dan slapen. Mm-hmm. Maar in feite is dat een staat van zijn waardoor je die voedende kracht door je heen laat stromen. We weten gewoon niet goed, een heleboel dingen die we gewoon achterloos doen. Maar daar zit allemaal betekenis in. Ja, maar nu begrijp ik ook veel beter. Je mag daar ook de ander ook nog beschrijven. Maar ik begrijp nu veel beter dat je zegt, we zijn massaal de weg kwijt hierin. He, als je daar inderdaad niet in gevoed bent, leeg bent. Als je dat niet leert vanaf je 12e, op school... Ja. Of al als je ouders het niet voorleven... Mm-hmm. Als je ouders niet geworteld zijn of niet vol zijn... dan vertel je aan die kinderen eigenlijk van... Nou, ik weet niet hoe het moet. Maar ik hoop dat jullie gezond en gelukkig worden. En ja, lekker dan. Er is tekort in deze wereld. Ja. Dus je moet heel erg hard je best gaan doen met je hoofd. Je moet een diploma halen. Enzovoort. Ja. Nou, dan komen we bij het hoofd. Ja, dus de tweede kracht is meer hoofdgeoriënteerd. We zitten onder een zon, voor de duidelijkheid. Ja, dus ik hoor mensen wel eens wat moeilijk doen over 5G-straling en dat soort dingen. Maar heb je wel eens nagedacht wat voor een straling er uit zo'n ster dondert? We zitten gewoon onder een gigantische stralingbom. Mm-hmm. En op dit moment dendert het sterrenstof door ons heen, letterlijk. Dus op dit de alfadeeltjes, gamma-deeltjes, dendert gewoon door ons heen. We worden voortdurend bestraald door een gigantische invloed. Alleen, we zijn al een jaar of 3 miljard bezig om daar... Oh, lekker, niks aan de hand. Want iedereen die ook met die 5G in paniek is... Gekker kan het bijna niet. De 5G vergeleken met de zon is gewoon een kuchje. We zijn niks anders dan stralingswezens. We zijn stralingswezens. Snap je? En vermoedelijk heeft 5G meer last van ons dan wij van hun. Of wij van die machines. We zijn stralingswezens. Mm-hmm. Dat betekent dat er een soort... En dat zou je dan de vader kunnen noemen. Of de hemelpoort. Of de zon. Vader, de zon. Moeder, de aarde. Dat zijn allemaal termen. Waarin je ziet dat onze cultuur eigenlijk wel weet waar het over gaat. Maar we bedenken dat het een soort... Iets met klok en klepel. Ja, maar dat is echt waar. Dus die energie, die lichtgevende, inspirerende, wakkermakende kracht... Hè, dat is wat het zonlicht ons brengt. Ja, dat is heel erg verbonden met je hersenen. Ja. Dus de hersenen, daar zit een deel van het geheim in. Dat is zeg maar de wakkerende, inspirerende kracht. En in onze cultuur, je hebt helemaal gelijk... als je dus de moeder gaat begataliseren, dan zegt moeder aarde... die mogen we uitputten, verkrachten, vervuilen. We kunnen de plastic in de rivieren en in de meren gooien... en de oceanen gooien... En, we kunnen de gif van de fabrieken erin laten stromen. We kunnen het vervuilen. Nou ja, het is niets anders dan het verkrachten van het vrouwelijk eigenlijk. Mm-hmm. Maar goed, als je op die manier met het vrouwelijke omgaat... en dat druipt in alles door, het hele grensoverschrijdende gedrag van ons naar vrouwen... dat is niks anders dan hetzelfde wat moet de moeder aarde doen. Dus het vrouwelijke hebben we gedemoniseerd. Mm-hmm. Dat is slecht, dat is verleiding. Dat moet onder een burka of afgeknipt haar verstopt worden, zeg maar. En dit is heilig en verlichting trainen. Ja, en ik wil ook verlicht worden. En ik ga ook naar India om te mediteren, om verlicht te worden. En goddelijke genade, in godsnaam, help. Hoe kan dit allemaal een kruisje slaan als je een doelpunt maakt? Weet je wel. Dus allemaal dat aanbidden van boven. Ja, van het mannelijke. Van het mannelijke. Ja, ja. En daardoor gaan we hem ook. Precies wat jij net zei. Oh, ik moet een beroep hebben en ik moet geld verdienen en slim zijn en blablabla. Daar gaan we. Maar in feite trekken we onszelf helemaal uit elkaar. Ja. En dus dit verachten we en dit aanbieden we. Als mens sta ik helemaal in de war. Want waar blijft nou eigenlijk je natuurlijkheid? Je maakt eigenlijk je natuurlijkheid stuk. Mm-hmm. Mensen die hun natuurlijkheid stuk maken, kun je ze ook altijd heel goed aan herkennen. Er zijn mensen die, als ze niet goed in de vel zitten, gaan ze de natuur in. Even wandelen. Ja. Of ja. Even naar het strand. Hier is er eentje. Oh, daar is er een. Nou, ja. Oké, nou die kun je lekker eruit gooien. Ik denk een van de grootste fouten... Lekker aan het strand hier. Ja, maar een van de grootste fouten die je als mens kunt maken... dat je als je uit balans bent... dan de natuur ingaat om tot rust te komen. Of even bij te tanken. Twee dingen doe je fout eigenlijk. Het eerste, de natuur heeft het al erg moeilijk. Check. En dan kom jij met jouw ruisbak aan, loop je de natuur in, dan mag de natuur jou helpen. Terwijl het andersom zou moeten zijn, wij zouden de natuur moeten helpen. Maar je loopt als natuurliefhebber de natuur in en dan moet de natuur jou helpen om te rust te komen. Dat is fout 1. Mm-hmm. Want waarom zou je dat de natuur aandoen?
Dus als je zogenaamd van natuur houdt. Alleen natuurhaters gaan in de natuur wandelen om tot rust te komen. Ja, maar check. Ja. Ik word een beetje lachen, maar dat is nee, maar, ja, maar dat komt gewoon in bommetjes. Maar het wordt nog interessanter, okay. Want alleen iemand die zijn eigen innerlijke natuur kwijt is, gaat zeggen, ik ga de natuur in om tot rust te komen. Hmm. Betekent eigenlijk dat je zelf afscheidt van de natuur. Ik ben niet de natuur, ik moet tot rust komen in de natuur. Dan heb je je eigen natuurlijkheid gedisqualificeerd. Hmm. Nou ben je een onnatuurlijk wezen geworden. Nou weet ik zeker dat het zo gaat aflopen met jou. Hmm. Kan niet anders, snap je? Want als je je eigen natuur ontkent, dan heb je wat je bent ontkend. Hmm. Mag je van mij vertellen hoe je dat goed krijgt? Nooit meer. Snap je? Mm-hmm. Dus het is wel verstandiger om eerst, als je van slag bent, ga nou eerst eens in je eigen natuurlijkheid wandelen. Mm-hmm. En als je dan tot rust gekomen bent en een aangename trilling hebt, ga dan eens naar wandelen in de natuur om de natuur te helpen om tot rust te komen. Mm-hmm. Snap je? Dus je hoort eerst in jezelf wandelen. Dan mag je naar buiten wandelen. Nou, dat leren wandelen in jezelf, dat heeft prettige bijeenkomsten uit, dat je ook leert hoe je seksueel moet trainen. Want seksueel trainen lijkt heel erg op in jezelf wandelen. Vertel er eens iets meer over. Nou, we hebben dus twee krachten. We hebben de kracht in onze testicles, jij en ik. Ja. Vrouwen, eierstokken. En daar zit die moederkracht in. En we hebben in ons hoofd hebben we die vaderkracht. Ja. Nou, als je nou leert wandelen in jezelf. Als je weet, hoe wandel ik nou van mijn eierstokken, testicles? Hoe wandel ik nou naar het licht in mezelf? Hm. En hoe gaat dat licht en dat water, hoe gaat dat nou samen op de hooistol de vrije? Wat gebeurt er dan eigenlijk? En dan ontstaat er eigenlijk een druppeltje levenskracht, wordt ook wel medicijn genoemd, of gouden elixir. Mm-hmm. Zeg maar. En dat moet je dan weer meehelpen wandelen naar beneden. En dan stroomt het eigenlijk dat systeem in wat we wel een beetje kennen als meridianen. En die term kennen we inmiddels wel uit acupunctuur. Dus je doet een heel klein druppeltje van die levenskracht, laat je erin stromen. En van daaruit gaat er een soort gevoel door je hele lijf. Ah, hey, wauw, iets in mij is nu gevuld. En iets in mij zegt, kom maar hier. En iets in mij zegt van, oh, wacht even, ik ben kalm en ik ben relaxed. En gaat dus een hele zucht van voldoening door je heen. En voldoening. Mm-hmm. En heel praktisch. Ja. Dat doe je als een meditatie? Dat doe je met je gewaarzijn? Of hoe... Ja, je zou het kunnen bestempelen als een meditatieve staat van zijn. Je zou het een beetje als zelfhypnose kunnen omschrijven. Ik denk dat de beste manier van beschrijving is dat het een lichte trance is. Dus mm-hmm. Met trance bedoel ik eigenlijk, we hebben in onze cultuur twee staten van zijn. We hebben het wakker zijn. Ja. En we hebben het slapen. Mm-hmm. Ja, dus in onze cultuur gaan we ook snel tussen dus van het ene gebied naar het andere. Dus we vallen in slaap en we schrikken wakker. Mm. En dus zo doen wij het eigenlijk. Maar dat is onze cultuur. Maar in de cultuur waar magie nog bestaat, andere culturen, klein tegenwoordig, maar nog existent, die zeggen nee, tussen dat wakker zijn en dat slapen, daar zit een kier. Mm-hmm. En die kier, in onze cultuur houden we die kier gesloten. Behalve als we roesmiddelen gaan gebruiken. Maar je kunt die kier open trainen. En als je dus dit open traint, dan ontstaat er een derde staat van zijn. En die derde staat van zijn, dus de trance. Yeah. En in de trance, daar horen de roesen bij, die je met alcohol of allerlei middelen kunt opwekken. De rituelen horen erbij. Weet je wel, 3 dagen in je naakje om een regenput dansen of zo. Bij volle maan, dan gaat die ook open. Nou ja, maar je kunt hem ook meditatie openen. Je kunt met meditatie openen bij een ander. Zelfhypnose, meditatie, nou ja, al die dingen. Dus die trance, dat is eigenlijk het gebied waar het in ontstaat. En in de trance gebeuren eigenlijk 2 dingen. Je krijgt dan de mogelijkheid om contact te maken tussen je gemanifesteerde lijf. Mm-hmm. Je hebt een echt lijf. Maar er zit ook vast aan het gemanifesteerde lijf een soort droomlijf, zeg maar. In zekere zin, als ik alleen maar een gemanifesteerd lijf zou hebben, dan zou het nu bevriezen en stilvallen. Mm-hmm. Maar omdat er ook iets in mij beweegt wat dat gemanifesteerde lichaam in beweging wil brengen en manifesterend handelen wil geven of bewegingsruimte wil geven. En dat gebeurt eigenlijk door het droomlichaam. Het droomlichaam is het gebied eigenlijk waar levenskracht en de emoties en de gedachten en de overtuigingen en de spirituele ontwaken, als het ware, oh, sorry, de microfoon, allemaal samenkomen, ja, in een soort in beweging brengende kracht. Mm-hmm. En dat is wat ons, zou je kunnen zeggen, bezielt. Dus we hebben een gemanifesteerd iets en we hebben een droomlichaam, of een innerlijk landschap lichaam, uiterlijk landschap, innerlijk landschap. En die twee samenbrengen, dat is de truc. Oké. Dat doen we al.
als jij naar Albert Heijn op en neer loopt, of nou, ik moet geen Albert Heijn zeggen, als jij naar de supermarkt op en neer gaat, naar de supermarkt op en neer loopt, dan zeg je, ik moet naar de supermarkt en weer terug. Uh-huh. Dat is ongeveer het maximale wat westerse mensen doen met hun droomlichaam. Dat is een beetje alles wat ze doen. Mm. Meer moeilijker dan dat is het eigenlijk niet. Maar als je dus gaat leren trainen in dit gebied, dan verrijkt en verdiept en verrijkt en verdiept en verrijkt en verdiept het zich eindeloos. Het gaat letterlijk een wereld voor je open. Dat is mij ook overkomen. Dat is de wereld van de tovenaars, voor de duidelijkheid. De tovenaars leren dus met het droomlichaam invloed uitoefenen op het gemanifesteerde lichaam. Nou, als je dat dan gaat vullen, hè, dat doe je dan. Je moet het eerst vullen, anders kun je geen tovenaar worden. Als het vol wordt, dat doe je met seksuele technieken. En als je helemaal vol bent, ja, dan gaat het open op een niet-destructieve manier. Niet destructief voor jezelf. Dus niet over je grenzen van jezelf. Niet destructief voor je intimie. Dus niet over de grens van je partner en je kinderen. En ook niet destructief voor het grotere geheel. Dus niet als mensheid over de grens van, nou, waar de dieren een plekje hebben in de bossen. Weet je, dus mensheid veel, veel voorzichtiger met de wereld omgaan. Eigenlijk op zo'n manier dat er over 100 miljoen jaar onze kinderen nog steeds op deze planeet geboren kunnen worden. Hmm. En kunnen genieten van het onvoorstelbare avontuur om tussen een zon en een moeder aarde in te leven. En zingeving en betekenis te ontdekken. Dus dat de mensheid hoort over 100 miljoen jaar de boel netjes op orde te hebben. Ja. Check. Ja, ja, ja. Nou, maar dat je daar op deze manier je missie in hebt en dit ook doorgeeft nu. Ja. Ik zit ademloos naar je te luisteren hoor. En dat is niet vanuit fanbase, maar... Nee, ik ben heel erg geïnteresseerd in Tao, vanaf mijn 18e al. Ja, wauw. Ja. En jij beschrijft het gewoon nu op een manier... Tao Te Ching, spreekt het goed uit? Ja, Tao Te Ching. Ja, ja, maar Tao wordt ook veel met D-A-O geschreven. Precies. En dan krijg je er mensen Dao gaan zeggen. Dat heb ik ook vaak gezegd. Nee, maar of je het nou met een D schrijft of met een T schrijft, het zit een beetje tussenin en het neigt eerder naar de T dan de D. Dus Maar dat boekje, ik was in Den Haag hier bij Wim van Zazen destijds nog. En toen wilde ik, net als jij, als 18-jarig jochie, ik vroeg aan hem een boekje graag over de geheimen van het universum. Ja, wauw. En toen kwam hij dus met die I Ching aan, ja. Maar ook met de Tao Te Ching. Ja, mooi. En ik snapte er geen ruk van. Ja. En het heeft me altijd wel enorm gefascineerd. Vandaar dat ik nu, dus nogmaals niet vanuit fanbase, maar gewoon vanuit, ja, dit, je beschrijft het zo praktisch. Ja, maar het is ook moeilijk, want ik snap het zo niet. Tao Te Ching, nu snap ik het veel beter. Bovendien snap ik nu dat een boek is waar ik niks aan heb. Want de I Ching is een boek van de vierde inwijding. Dat hoort bij mensen die vierde inwijding hebben. Maar waar is dan de derde en de tweede en de eerste inwijding? Dan heb je dus, inmiddels weet ik, de Tao Te Ching staat gewoon bij mij in de kast van laat me zitten. Hmm. Kom ik dit leven vermoedelijk niet meer aan toe. Maar de eerste inwijding en de tweede inwijding, dat zijn mijn terreinen, zeg maar. Ja, die... Ik heb ook heel lang over gedaan. Ik snapte van die seksuele kung fu ook niks. Want ik dacht van, oké, ik moet meer energie, dacht ik. Dat check, dat wist ik. Maar ondertussen dacht ik toch, met die meer energie ga ik tovenaar worden. Maar ik ga met die seksuele technieken, gaat Reinhard ook de vrouwtjes verwennen. Ja. Ik ben hetero over de duidelijk. Hè? Dus ik denk daar niet termen van vrouwen verwennen. Maar ja, ik liep ook met een toch wel behoorlijke pornografische fixatie rond. Ja. Zoals iedere man of iedere jonge man in deze wereld. Dus dat bereid zijn om grensoverschrijdend naar vrouwen te zijn, dus dat er helemaal ingebakken. Ook mijn eigen vrouwelijkheid, zeg maar de zachte kant van de man, zeg maar. Nou, dat was ook, mannen huilen niet, mannen zijn geen mietjes of zo, mm-hmm. Whatever. Weet je, allemaal dat soort idiote gedoe. Dus het heeft me zeker 10 jaar gekost voordat ik, echt wel van mijn 30s tot mijn 40s, voordat ik langzaam en zeker uit die pornografische fixatie begon te komen. Die pornografische bril begon af te krijgen. En pas begon echt te zien waar dit over ging. En en het werd me ook niet uitgelegd zoals ik het jou nu uitleg. Nee. Ik kreeg ook een beetje al die vage teksten en die oefeningen. En waar gaat het nou over? Alleen omdat ik gewoon fulltime hiermee bezig was, had ik de tijd, de mogelijkheid en misschien ook de intelligentie om het uit te puzzelen. Ja. Dus, het werd natuurlijk ook vroeger van meester op leerling doorgegeven, hè? Orale traditie. Ja, vroeger mannen kregen eigenlijk traditioneel gesproken les bij hele grote bomen, heilige bomen of bij heilige rotshellingen, mm-hmm. Zeg maar, vallensymbolen. Ook wel grotten waar hele grote stalactieten stonden, niet te hangen. Nee, ik weet niet of orale traditie en stalactieten dan de goede woorden zijn. Nee, maar hoe heette die dingen nou? Maar in een grot heb je dan van die... Ja, stalagmiet en stalactieten. Ja, zoiets, ja. Whatever, ja. Nou,
En daar, ik ben ook in dat soort plekken heb ik ook al bezocht. Terwijl vrouwen meer bij de oevers van de rivier trainden. Of in de vallei of bij waterputten waar ze samen kwamen. Waar de oudere generatie dan, als de mannen er niet bij waren, de jongere meiden vertelden hoe het in elkaar zat. En die traditionele plekken zijn natuurlijk verdwenen nu. Heilige bomen in Nederland. Mm. Wel een oude eik vinden, maar dan nog is er geen inwijningsplek. En waterput, we doen gewoon de kraan open en we hebben water. Dus iedereen is geïsoleerd geraakt. Dus die hele overdracht is ook wel een beetje een crisis geraakt. En een van de grappige dingen is dit. Dus dat we kunnen nu, dankzij online, mooi, kunnen we dus nu letterlijk, terwijl wij nu praten met z'n tweeën over deze dingen, kunnen we letterlijk bij 10.000 mensen bereiken. Ja, buiten dat, ik merk al zou dit verder niemand bereiken. Er komt al heel veel inspiratie. Ik denk, dit is heel praktisch, Reinoud. Het is heel praktisch. Ja, het is super praktisch. Precies. Ja. En het is ook direct gericht op gezonder en beter met jezelf, je intimie en met het grotere geheel omgaan. Dat is de bedoeling. En als je het over codependency hebt, dat gaat over destructieve patronen in stand houden. Mm-hmm. En als je daar op een of andere manier grip op wil krijgen, moet je iets constructiefs er tegenover zetten. Mm-hmm. Mooi. Daarom zit ik hier. Ja. Prachtig. Ja. Nou ja, weet je, ik hou hier heel erg van. En ik denk dat het voor sommige mensen nog te vaag is. Dus we gaan dadelijk ook nog, denk ik, nog een stukje concreter worden. Maar het is niet vaag, maar ze snappen nog niet. Nou ja, het is, dan is het snel in een wolk van de kennis is nog te ver weg. Ik kan dit nog niet voor me. Ik kan in ieder geval voelen en ervaren wat je zegt. Ook omdat ik een aantal... Voor mij is bijvoorbeeld die I Ching wel heel belangrijk geweest. Als schrijver. Ik heb ooit een legging gedaan. Ja. He, omdat ik geen idee had hoe ik een boek moest schrijven. Ik was altijd afgewezen op school met van die dikke rode kladders erbij. Ik kon en niet schrijven met mijn handschrift, maar ook gewoon geen proefwerken goed maken. Dus ik had een overtuiging dat ik niet kon schrijven. Ik deed een legging uit de I Ching. En daar kwam uit, word als het universum. Het universum zuigt op en het geeft af. Ja. En zo'n hele simpele teaching, wat je dus niet op school krijgt, dat deed voor mij van, oké, ik moet dus in mezelf opzuigen en daarna weer terug gaan geven, weet je? Netjes. Ik weet niet, dat kwam net boven toen we het even over de I Ching hadden. Maar... Nee, maar ik wil de I Ching niet bagatelliseren. Ik wil juist aangeven dat het een krankzinnig heilig boek is. Ja, het is maar ongelooflijk ingewikkeld. Het hoort eigenlijk bij de vierde inwijding. Dat is wel leuk. En dus het hoort eigenlijk bij een hele hoge staat van bewustzijn. Dat zijn de mannen en vrouwen die dat boek gemaakt hebben. Ja. Maar het is zeer praktisch toepasbaar. En die Tao Te Ching dan? Welke inwijding is dat? Of is dat geen inwijdingsboek? De Tao Te Ching? Yeah. Ja, de Tao Te Ching is eigenlijk een poging van Lao Tse. Lao Tse die overigens nooit bestaan heeft. Wij denken als de Lao Tse Tao Te Ching staat, dan Lao Tse zal wel de schrijver zijn en Tao Te Ching zal wel de titel zijn. Maar de titel is, er is geen schrijver en het is Lao Tse Tao Te Ching. En dus alle vijf woorden hebben betekenis. Mm. En dus het idee van, Lao Tse, de boeken van Lao Tse vind ik zo interessant. Ja, ik heb ze ook gelezen. Ja, nee, weet ik, maar dat is in zekere zin een beetje onzin. Dus het zijn een aantal gedichten, of zo het worden vaak gedichten genoemd, maar dat is een beetje de schrijfstijl van de Chinezen. Ze schrijven alles een beetje in dichtvorm met die karakters. En het is iets over een periode van 400 jaar lang is het ontstaan. Dus de sinologen kunnen, als ze de schrijfstijlen van de verschillende gedichten beschouwen, kunnen ze zien, dit is een andere schrijfstijl dan die, dan die, dan die. En dat kunnen ze koppelen aan het tijdbeeld. Ik ken alleen maar de versie dat Lao Tse of Lao Tzu opgepakt werd bij de grens van China en snel dit boek even opschreef. Ja, check, zeg maar. En dan, er zijn mensen die dat leuk vinden. Nine Nights with a Taoist Master. 9 nachten met een Taoïstische meester. Dat is een boek of een film? Ja, dat is een boek door een Chinese sifu, een Chinese meester, hedendaagse, ik ben zijn naam weer kwijt, maar die heeft dus dat verhaal wat jij nu zegt, van dat hij staande gehouden werd bij een grenspost, voordat hij verdween in de bergen, zeg maar, dat hij nog even zijn boek geschreven heeft. Of dit is waar het over gaat en pof, toen was hij weg. Maar dat boek Nine Nights with the Taoist Master is daar een geromantiseerde vorm van. Die grenspost waar Lao Tse aankomt en die 9 nachten daar verblijft. En in die 9 nachten geeft hij zijn teachings door aan de mensen die die grenspost bewaken. Of zoiets. Dat is een clubje van 30 mensen. En dat wordt ook opgeschreven, die 9 nachten. En daarna is hij weg. Maar een heel erg interessant boek. Dus dat vertelt al meer van wat er nou precies gebeurd is in dat doorgeven van de Tao Te Ching. Maar dit is los van dat je er praktisch gezien niet zoveel meer kan, maar ik vind het wel een heel inspirerend. Ik snap er niks van. Ja. Maar iedere strofe denk ik, oké, dit vertelt wel iets heel diep.
Ja, wat jij het over hebt, heet Ring of Truth. Dus het belletje van de, van de waarheid. Maar waarheid niet, moet je niet meteen groot schrijven. Dan wordt ik begrijp wat je bedoelt. Hè? Maar dat je gewoon voelt, oh wacht eens even. Dit is iets anders dan hoe het op school verteld wordt of wat in de krant staat. Maar dit heeft iets universeels. Ja. En die universele waarde, zeg maar, die doet dat belletje rinkelen. Van, oh wacht even, dit is een onderliggende waarheid. Dat zit heel erg in dat boek. Ja. En hij eigenlijk de teachers van Lao Tzu, die los van het feit dat hij niet bestond, zijn eigenlijk heel simpel. Hij zegt eigenlijk, empty the mind in the tantien. Dat is zijn basistekst. Dus breng de geest tot rust in de buik. En dus hij zegt, die ruis hier, neem dat nou mee op een of andere manier met gedachten, met verbeelden. Stel je gewoon voor, zo'n licht meditatieve techniek. Ga nou uit je hoofd, beetje naar beneden en naar de buik, zeg maar zo. En als je in de buik zit, zegt hij, nou, nu nooit meer dat loslaten. Dat is eigenlijk zijn teaching. En hij vindt ook eigenlijk dat alle Taoïstische meesters, of alle mensen die alle Taoïstische trainers, of alle mensen die Taoïstische dingen overwijzen of overdracht opleggen, vindt allemaal beunazen. En dus ik ben in zijn ogen een beunaas. Hij zegt eigenlijk van, empty the mind in the tantien, punt. That's it. That's the teaching. En al het andere is onzin. Dus alleen maar ruis. En nou ja, dat heb ik natuurlijk ook geprobeerd. Ik dacht, oh, nou, wacht even. Hier staat gewoon hoe het moet. Dus ik ga, nou, ik ogen dicht, denk ik dan, weet je wel. En nou, rustig. En dan even hier naar beneden. En dan naar het hart. En dan even naar de buik. En dan wat ademhalingen. En denk ik, nou, super. Nou ben ik er dus. En volgens doe je ogen open. Ja, ik moet nog naar de Albert Heijn. Zoiets. En dan ben je er alweer uit. En als je een beetje uitzoomt, dan hebben ze het over het karakter Wang. Het karakter Wang, dat ziet eruit als een streep en nog een streep en een verbindingslijn en nog een streep. Dus drie strepen en een verbindingslijn. Mm-hmm. Dat is een karakter. Als je het uitspreekt, is het Yi. Yi. En dat gaat eigenlijk over dat bovenste streepje vertegenwoordigt eigenlijk de drukte van je denken. En dat moet je verbinden met een soort energetisch kanaal met de vallei van de mensen. Ja, dus eigenlijk hartgebied, het gebied van de verbinding en de verhechting en de liefde en de haat, whatever. Ja. En dan door het midden even naar de buik. En dan heb je een soort eenheid van gemaakt. En die drie strepen worden ook wel de drie schatten genoemd. En de eerste schat hier, dat is de levenskracht. En de tweede schat is ons bewustzijn. En de derde schat is ons vermogen om spiritueel te ontwaken. En zij zeggen, daar moet je één ding van maken. Dat is eigenlijk wat Lao Tzu zegt. Maak nou één ding van je spirituele vermogens, van je bewustzijn en van je levenskracht. Boom. Dat noemen ze de yi. En in onze cultuur is dat gescheiden. Dus als wij klachten hebben met onze levensenergie, dan gaan we naar het ziekenhuis. Mm-hmm. En als we een beetje in de war zijn psychologisch, dan gaan we naar een psychotherapeut. En als we zingevingsvragen, als we zeggen, ik wil eigenlijk wel dood of zo, wat is de zin van het leven, dan moeten we naar een priester, zeg maar. Dus we moeten naar de kerk, of we moeten naar een psychiater, of we moeten naar het ziekenhuis. Als je dat vertelt aan de Nijdangoen mensen, die gaan echt, die lachen zich tranen met uit om te beginnen. En dan, ik kan geen Chinees. En ik had dan zo'n gids bij me. En dan vroegen ze aan die gids, oh, de goede grap, dat kan toch niet waar zijn? Doen ze dat in het Westen? En ik, ja, nee, waarom lachen ze dan? Nou ja, omdat ze lachen over dat jij vertelt dat dat bij jullie gescheiden is. En zij, dus, dat kunnen ze niet geloven. Ik zeg, nee, maar dat is helemaal geen grap, dat is echt zo. Bij ons is het echt gescheiden allemaal, dit en dit en dit. En dan dringt het tot die man en vrouw door dat ik dat serieus vertel, dat onze cultuur dat echt doet. Mm-hmm. En dan zie je ze bleek worden. En dan zie je ze zeggen, dan hebben we een groot probleem, zeggen ze dan. Dan als dat zo is, dan is de situatie veel donkerder dan we ooit konden voorstellen. Want zij dachten nog steeds, de mensheid vindt wel een way out. Maar de mensheid die dus hoofd, hart en buik niet meer verbindt met elkaar, daar zeggen zij van, hoe zitten we in het probleem? Maar dan ga ik even advocaat van de duivel spelen. We kunnen allerlei sporen op. Ja. Maar als ik nu kijk naar China van nu, mm-hmm. hè, wat mm-hmm. natuurlijk ook super aan het expanderen is, super materieel is, daar is dus de kennis ook aan het ondersnemen. Ja, vertelt. Kijk, wij doen net alsof het China, Rusland, het Westen is, maar dat is allemaal onzin. Het Westen heeft al lang gewonnen. Onze cultuur is de meest dominante, de meest gevaarlijke, de meest grensverleggende cultuur die er is. En waarom zijn ze China's zo gek aan het doen? Omdat ze ook auto's hebben nu. Mm-hmm. En wat hebben ze? Ze hebben ook seksualiteit inmiddels verbannen, net als wij. Ja, ja. En ze hebben ook inmiddels consumisme uitgeroepen tot de nieuwe god. En ze hebben ook geld nu het hoofddoel van hun leven gemaakt. En nu zitten ze ook met het lege gevoel. Precies. En als zij leeg zijn, kunnen ze maar één kant opvullen. Ja, dan moeten ze vullen doe je door over de grenzen van de ander te gaan. Maar dat is gewoon westers gedrag wat ze hebben. Dus China is niet meer Chinees. Het is gewoon wij, hetzelfde.
was gewoon even een zijspoortje. Het gaat gewoon ineens naar binnen. Niet. We zouden af en toe eventjes het kruisvlak opzoeken. Het niet nee, maar natuurlijk is dat wat China aan de hand is misselijk maken. Ja. Maar ze spiegelen alleen maar wat wij doen. Ja. Wij zijn de grote. Wij zijn, ze willen gewoon hetzelfde daar. Is precies hetzelfde. Ja, ja, ja. Dus, en ook die jonge luisteren zijn het ook allemaal aan het kwijtraken. Vergis je niet, hè? Dus Taoïsme was wel een van de grote spirituele stromingen in China. Mm-hmm. Je hebt ook nog het Confucianisme en Boeddhisme, zeg maar. Dat zijn ja, grote die stromingen. Drie, Maar toen het communistisch werd, na de Tweede Wereldoorlog, voor het communisme is het geloof het opium van het volk. Mm-hmm. Ja, dus alle communistische landen gooien de kerk eruit en de religieuze instellingen eruit. Dat hebben ze in China ook gedaan. Maar toen de culturele revolutie, de grote sprong voorwaarts, zijn er 2 miljoen Taoïsten vermoord. Door kinderen, kindsoldaatjes. En 93% van de tempels is verbrand en vernietigd. Dus ze hebben het hele land eigenlijk ontspiritualiseerd. Juist. Nou ja, nu wordt het ingewikkeld. Want een volk wat niet meer spiritueel kan ontwaken, of niet meer mag ontwaken, ja, dat is eigenlijk zingevingsloos aan het worden. Nou wordt het gevaarlijk. Ja, natuurlijk is China gevaarlijk, maar niet gevaarlijker dan wij. Net zo gevaarlijk. Ja, precies. Nou, dat was inderdaad het punt waar ik even wat net boven kwam. Ja. Ik zou eens een sprongetje met jou willen maken naar alle dingen die je nu vertelt. Wat beren interessant is. En ik weet zeker dat we hier gewoon 4 dagen minimaal over door zouden kunnen. Ik denk nog wel meer. Wat er bij mij boven komt, is de mensen die nu kijken en luisteren. En die zeggen van, oké, dus net als in die Tao Te Ching, het begint, hoe zei je dat ook weer, ringbewustzijn, het begint ergens een belletje te rinkelen. The ring of truth. The ring of truth, zei je. Mijn eigen natuurlijkheid. Mijn eigen natuurlijkheid die speelt op. Ja. Er is alleen 1 probleem. Ja. De mensen die met codependency te maken hebben en jeugdtrauma, dat is 90% van mijn kanaal van de mensen die kijken. Ja, supergoed. Die kunnen geen contact met hun buikgebied maken. Daar zijn ze niet, het woord heb je al genoemd, veilig genoeg. Ja. Niet iedereen. Ja. Maar de meesten zijn hier niet meer thuis. Ja. Waardoor de archetypes, hè, waar we het even in het begin over hadden, daar gaan we straks ook wel even op terugkomen. Ik bedoel, in ons voorgesprek hadden we het daar even over. Die gaan dus, hebben geen contact met binnen. Check. Geen contact met het buikgebied, met de moeder. Check. En geven dus hun seksualiteit ook veel te makkelijk weg, want er is daar, hè, dus veel codependents geven hun seksualiteit weg om iets terug te krijgen. Check. En zijn dus, dat is in ieder geval een hypothese voor nu, een soort stelling, zijn in hun zenuwstelsel dus niet veilig genoeg hier om hier te mogen komen. Check. Kun je daar iets over vertellen, hoe dat resoneert in jou? Ja, je noemt het niet voor niks gekoppeld aan jeugdtrauma. Mm-hmm. Een trauma betekent eigenlijk een onmachtsbeleving. Ja, dus, dat is een ander woord voor trauma. Is, dat je niet opgewassen bent tegen de krachten die op je uitgeoefend worden. Het kan een fysiek trauma zijn als er een bus over je been rijdt. Ben je onmachtig. Het kan een psychologisch of emotioneel trauma zijn als je onvoldoende wordt vastgehouden. Of beschermd wordt door de mensen die je moeten beschermen of vasthouden. Het kan natuurlijk ook een zingevingsproblematiek zijn. Van dat je in een cultuur terechtkomt die eigenlijk destructief is, terwijl je eigenlijk constructief zou willen zijn. Dan hoor je niet in deze cultuur thuis. Dus het zijn allemaal onmachtige belevingen. En onmacht zeker als je het wat vaker meemaakt in 1 keer, dan worden het patronen. En patronen worden uiteindelijk leidinggevend in je beslissingen. Dus je internaliseert die problemen, zo heet dat. Dus je wordt eigenlijk je probleem. Mm-hmm. Dat is tragisch natuurlijk, want dan zit je op een destructief spoor. Dan zit je eigenlijk trauma's vast te houden. En hoe krijg je dat nou opgelost? Dat is best wel een dingetje. Dan krijg je ook dat effect, of je nou wel of niet de zenuwstelsel, maar op allerlei niveaus ben je eigenlijk dan onveilig. Ja. Je moet een heel goed onderscheid maken tussen onveilig zijn en onveilig voelen. Mm-hmm. Ja, dus bijvoorbeeld op dit moment, ik zie geen tijgers nu, ik zie geen wolven. Nou, een technicus, jij... Is een aardige vent. Nou, aardige vent, jij ook. Dus op dit moment zou je kunnen zeggen van ik ben veilig. Maar als je dus in die codependentie die krachten zit, dan voel je je onveilig. Mm-hmm. Bewust of onbewust, je hebt altijd je antennes aanstaan. Altijd aan. Okay. Met andere woorden, het letterlijke veilig zijn dringt niet meer door tot het onveilige gevoel wat je met je meedraagt. Ja. En dat onveilige gevoel is bepalend. Nou, dus om dat tot dat kun je terugtrainen, dat veilige gevoel. Maar dan moet je dus op zoek gaan naar de maximale situatie om aanvaardbaar te maken voor jezelf dat je op dat moment misschien toch wel veilig bent. En hoe kun je dat nou ervaren op dat moment? Daar zijn stapjes voor.
Mm-hmm. En dat stapje, dat is weer hetzelfde wat Lao Tzu zei, empty the mind in the tantien. Ja, dus je moet eigenlijk je geest tot rust brengen naar die buik. Nou, het eerste wat je moet doen als je dit natuurlijk gaat trainen, je moet een absolute veiligheidssituatie opzoeken. Absolute intimiteitsveiligheid. Dus absolute intimiteitsveiligheid betekent, je gaat naar het veiligste plekje in huis. Dat, is, dat hoort zeg maar, de slaapkamer te zijn, zoiets. Maar het mag ook gewoon dat niemand thuis is, de bank zijn. En je doet ook letterlijk de deur op slot van de slaapkamer. Zelf als je weet dat er niemand thuis is. Of dat alleen je partner of je geliefd of je kinderen thuis zijn. Deur op slot. En dan echt het gevoel van, oké, dan moet je echt even om je heen gaan kijken. Zo begint het. Dan moet je ook onder het bed kijken. Hoe kinderachtig het ook klinkt. Hè? Je moet het diertje in jezelf, in het diertje, ga je een veiligheidscheck geven. En als je dat dan doet, ga je voelen dat je ogen gaan ontspannen. Dus we hebben het nog helemaal niet over de buik, maar je ogen gaan ontspannen. Irenspiertjes, de spieren waar je ogen heen en weer bewegen, of op en neer bewegen, of rondjes mee kan maken. De spieren in je oogleden. En uiteindelijk, en dan nodig je jezelf uit van, oké, ik zie geen onveilige dingen. Ik doe mijn ogen dicht en ik ervaar dat mijn ogen gaan ontspannen. Nou heb je het over jouw zenuwstelsel. Mm-hmm. Ja, maar er gaan zenuwbanen vanuit je hersenen, van hersenstam naar je ogen. En die ga je zeggen, het is veilig, het is veilig, het is veilig. Hoe voelt even veiligheid? Hoe voelt veiligheid in mijn ogen? Ik heb het nog niet over de buik. Mm-hmm. Dat alleen al is een oefening. Dus dat is de eerste oefening die ik geef aan de duizenden mensen die bij mij trainen. Ja. Het zacht maken van de ogen. En dan uiteindelijk is de kunst een beetje om, oké, dan ga je dat, dan doe je eens de hele tijd alleen. En als je traint 10 minuten per dag, ga je in je slaapkamer zitten, deur op slot, ogen zacht maken, ogen zacht maken, ogen zacht maken. En dan ga je dus langzaam maar zeker een koppeling maken tussen, wacht even, ik ben veilig nu en mijn ogen voelen zich veilig. Ja. En dan heb je de koppeling gemaakt. Mm-hmm. Ik heb waanzinnig veel dingen geleerd in mijn leven. Ik ben al meer dan 51 jaar fulltime hiermee bezig. Nummer 1 van alles wat ik geleerd heb, is het zacht maken van mijn ogen. Ik kom ook uit een traumatiseerde toestand. Ik ben ook codependent. Ik heb ook die destructieve patronen in boord. Ik had mezelf de probleem, hoe kom je nou weer die stomme buik uit? En uiteindelijk kreeg ik de aanwijzing van, Rijn, het begint bij je ogen. Dat gaan trainen, dat is waar. Prachtig. Het begint met je ogen. Ja. Er zijn meer technieken, maar volgens mij is het zacht maken van de ogen het meest belangrijke stukje menselijke kennis wat je kunt omarmen. Als je dat hebt, heb je eigenlijk al het groene licht te pakken. De rest volgt eruit. Doen we dadelijk de volgende. We heel even een time-out. Want ik ga even het zacht maken van de blaas beoefenen. Dat was heel fijn. En ik zal even uitleggen waarom ik dit doe. Ik heb 6 jaar blaasontsteking achter de rug. Okay, en een van de gouden afspraken die ik heb moeten maken met mezelf. Ja. Als zit ik met de koningin of de koning in gesprek. Ja. Als ik moet plassen, ga ik gewoon plassen. Ja, die keuze, dus dat ik een grens, maar ook dus een behoefte kan voelen. Die heeft gemaakt dat ik veilig in deze verbinding kan gaan worden. Ja. Ben ik nog steeds aan het leren. Hè? En onderin je buik dus. Onder mijn buik. Ja, dus alles wat je zegt resoneert. Ja, dus je moet al naar beneden om dat water te nemen. Precies, maar daarom geef ik dus ook aan jou, omdat ik natuurlijk heel veel van deze mensen ken, die sturen casussen naar me toe. 9 van de 10 zegt, maar Lars, ik voel hier niks. Ook hier hoef je niks te voelen. Nee, precies. Ik voel hier ook nooit. Maar vooral veel vrouwen kunnen hier nog wel voelen. Ja, vanuit deze archetypes. Ja. Dat wordt een beetje ingewikkeld. Maar laten we eens kijken. Je hebt gelijk. Laten we kijken waar jij gebleven bent. Eerste stap is dus het veilig maken van je ogen. Ja, dus een zo veilig mogelijke situatie creëren. Dus, juist, dus veilig zijn. Ja, dus een absolute intimiteitsveiligheid. Dat is de term. En ja. En ook als je denkt, ik ben een stoere dit of een stoere dat. Of het zal wel niet mijn probleem zijn. Geloof me, ieder mens heeft problemen met veiligheid. Ja, ja, ja. Omdat de mensheid onveiligheid. Ja. Ja, dus iedereen zit hiermee. Dus iedereen doet er goed aan. Oké, ik ga nu oefenen. Ik ga 5 minuten dat oefenen, wat Reinhard zegt. Wil. En ik ga dus boven in de slaapkamer. Ik ben zeker dat ik thuis alleen ben. Hoe dan ook, het moet het gevoel zijn. Deuren staan op slot. Niemand kan me storen. En dan ga je dus als een diertje ga je gewoon in je eigen kamer rondlopen. Dus je gaat echt kijken. Achter de kast, onder je stoel zitten, van alles. Een beetje whatever, onder het bed natuurlijk. Even in de kast kijken. Echt, je moet dus visueel als diertje overtuigd worden. Hier zijn geen... ik word niet op mij gejaagd in deze ruimte. Ja, check. Oké. En dan ga je proberen te komen in de beleving van dat je echt niet omringd bent door onveiligheid. Mm-hmm. En dan doe je alleen de ogen.
Dus dat is alleen de ogen. Dan ga je dus zitten. Dus ik zie geen onveilige dingen in deze kamer. Nou, dan kan ik mijn ogen dicht doen. Want ik hoef niet meer te kijken, want ik heb alles al gezien. Als je ogen dicht doet, lijkt een beetje wat je ook met slapen doet. Dan gaat het eigenlijk ontspannen. En dat ontspannen, dat is dat neurologische aansturing waar jij het over hebt. Ja. Dus nu ga je het veilig zijn. Zo veilig als je kunt zijn in die situatie. Ga je proberen te ervaren in je ogen. En dan gaan die ogen... Nou ja, letterlijk ontspannen, dus zacht worden. Dus de irisspiertjes, de kringspieren, de oogbolspanning, de oogleden. En uiteindelijk gaat het als een soort olievlekje, zeg maar, door je gezicht verspreiden. En dan krijg je eigenlijk een soort zacht gezicht. Dat wordt ook wel het droomgezicht genoemd. Of het gezicht wat je 's ochtends hebt als je wakker wordt. Dan heb je nog... Bij kinderen kun je het goed. Ik niet, hoor. Nee, jij niet. Maar bij kinderen kun je het goed zien. Als kinderen in slaap vallen... Ja, ja, zo'n wollig rood gezichtje. Dat gezichtje wil je terugvinden. Ja. Maar dat zit eigenlijk... Het is eigenlijk een soort gezicht achter je gezicht. En dan zit je eigenlijk al in een lichte trance, in een lichte veiligheidstrance. Het droomgezicht noem je dat. Dan zit je eigenlijk in je droomgezicht. En want we hebben een echt gezicht, maar we hebben ook een gezicht wat we dromen. En dat is belangrijk, ook als je over archetypes brengt. Want bij archetypes heb je natuurlijk over een soort jezelf presenteren aan de werkelijkheid op een bepaalde manier. Mm-hmm. Archetypes zijn vaste patronen van jezelf presenteren. Daar hoort ook een bepaald masker bij. Zeker. Ja, en een gezicht bij. Maar nu gaan we naar het gezicht achter het gezicht. En dat is archetypevrij. Je oorspronkelijke gelaat. Ja, of je onschuldige gezicht. Onschuldige gezicht. Of het gezicht wat je had toen er nog geen trauma's waren. Ja. Zeg maar. Dus je krijgt een traumavrij gezicht. Het wordt ook wel een rond gezicht genoemd, terwijl ons echte gezicht is vierkant. Oh. Hier zitten stresslijnen in ons echte gezicht. Terwijl in dat gezicht zit eigenlijk geen stresslijnen. Het is eigenlijk het is ontspannen. Het is rond en ontspannen, rozig. Ja. Ja. En als je dan weer verstand zou hebben van die zenuwbanen, op dat moment staan de zenuwbanen dus op veilig. Niet allemaal, niet alle 10, maar 3-4 van de zenuwbanen gaan dan op veilig. Dat noemen ze het, hè, het ventrale deel van je zenuwstelsel. Check. Die krijgt gewoon een signaal. Kustveilig. Exact. En daar kan ik nog veel meer over vertellen. Maar de effectieve oefening is... ga nou eens echt een veilige, zo veilig mogelijke situatie creëren. Ja. Waar het zeker is dat het patroon wat jou getraumatiseerd heeft... niet kan herhaald worden. Want er is gewoon niemand in de ruimte. Mm-hmm. Deur op slot. Ja. En dan kijken of je in je ogen kan ervaren. Maar dan gaat er iets anders gebeuren. Want dat hoor ik dus nu eigenlijk al in de comments ontstaan. Oh, okay. Ja, Reinoud, goed verhaal. Maar als ik dat doe en ontspan, dan pas komt het misbruik van vroeger. Tuurlijk. De verwaarlozing, de agressie. Dan pas gaat dat dus omhoog komen. Check. Hoe ga je daarmee om? Nou, er zijn eigenlijk twee manieren. Om te beginnen doe je het niet langer dan 5 minuten. Ja. Want je moet ergens beginnen. Je kunt kiezen voor, weet je wat, ik zet gewoon altijd mijn paniekgezicht op en daar leef ik mee, dan kan ik je wel vertellen, dan blijft dat gezicht in stand tot 3 dagen voor je dood. Oké. Okay. Dan neem je het mee naar je graf. Ja, ja, ja. Want als je het, of dus je zegt, vroeger heb ik dit meegemaakt. Dus nou, je traumagezicht. Je traumagezicht. Ja. En dan zeg je, maar ik ga niet dat trainen, want dan wordt het eng, dan komt het boven water, dat wil ik niet. Nou prima, zeg ik dan, ik gun iedereen zijn eigen ongeluk, doe je toch lekker waar je zelf zin in hebt. Maar dan weet ik al hoe het af gaat lopen, dan neem je het mee naar 3 dagen voor je dood. Hmm. 3 dagen voor je dood gaat het los, het gaat toch los, mm-hmm. Want je kunt het niet meenemen als je doodgaat. Okay. Je kunt je traumagezicht niet meenemen. Dus het loopt altijd goed af. Mm-hmm. Snap je? Alleen bij de een loopt het goed af als hij 3 dagen voor zijn dood zit. En bij de ander begint het goed af te lopen als hij het proces aangaat. Okay, ja. Want het gaat maar over 1 ding. Hier was je onmachtig. Ja. En die onmacht kun je alleen oplossen door macht te krijgen. Ja. Je kunt alleen onmacht oplossen door macht. Dus je moet je macht leren omarmen. Dus je kunt zeggen, ja, maar als ik mijn ogen zag... En daar komen de hinderingen. Nou, check, op dat moment winnen ze. Dan maak je ogen door weer uit, ben je is weer klaar. Ja, maar bij deze mensen zijn het niet alleen herinneringen. Daar komt als dat trauma echt in volle kracht naar boven komt... Check. Hè, dan schiet het trauma gezicht. Ja, okay. Of hoe noem je dit nou? Het, ja, nou ja, nee, niet het trauma gezicht. Het paniekgezicht. Ja, de paniek zelf. De paniek gewoon de hele handen komt boven water. Ja, dat snap ik. Maar goed, hoe maar ga je daarmee om? Om te beginnen niet meer dan 3 keer per week doen. 3 keer per week, 5 minuten. Mm-hmm. Je kunt ook zeggen, ik doe 3 dagen voor mijn dood, begin ik ermee.
We gaan het nu doen. We gaan vanaf nu veiligheidscheck doen. Check. 5 minuutjes, 3 keer per week. 3 keer per week. Rondkijken. Ogen echt, zacht echt maken. Visueel, echt visueel. Ja. Gaan we nog glimlachen erbij ook? Of nou, dat nog is de volgende stap. Okay. En eigenlijk, dat glimlachen speelt zelfs helemaal geen rol. Maar het zit wel in de... Je kunt het wel in de boeken vinden of in de geschiedenis. Ja, precies. Het begrip, de innerlijke glimlach. Maar dat is alweer een... Dat is eigenlijk weer een verkeerd woord. Je kunt het beter geen innerlijke glimlach noemen. Maar je kunt het veel beter veiligheidsstapje 2 noemen. Doe. Veiligheidsstapje 2. Ja, dit is hartstikke mooi materiaal. Ja. Het is echt, Veiligheidsstapje nummer 1 is oog en dat je gezicht wakker wordt. Dus dat je gaat voelen, oké, ik ben wel beschadigd en ik neem van alles met me mee. Maar er is een startpunt geweest waar ik nog niet getraumatiseerd ben. Mm-hmm. Wat mij betreft is dat 2 dagen na de conceptie. Mm-hmm. Je, want het gaat niet alleen over geboren worden en dat je dan die... Maar het begint in de baarmoeder, wat je allemaal meekrijgt. Ja. Maakt niet uit, maar ergens is een begin. Hè, want je kunt niet sterven met dat paniekgezicht. Nee. Je kunt ook niet geconceptueerd worden met... Nee. Het allereerste embryo heeft nog 1 gezicht, dus zeker geen paniekgezicht. Bij mij komt de opmerking die ik... Of niet de opmerking. Nee, de teaching van Christus boven wordt weer als kinderen. Oh, check. Om het koninkrijk gods... Ja, ik ben niet christelijk, maar om het koninkrijk gods binnen te gaan. Ja. Dit is eigenlijk wat jij dus vanuit De naam Lao Tse betekent kind en Lao betekent wijze. Het wijze kind. Nou ja. Snap je? Dus daarom is het ook geen naam. Het is eigenlijk een aanduiding. Ga nou, je wordt ouder. En hoe word je nou wijs? Wijs is een ander woord voor macht of zelfmacht. Ja. Wijs is een ander woord voor zelfmacht. We zijn onmachtig geraakt. Ja. Hoe worden we nou machtig? Hè? Door het onschuldige weer te omarmen. En waar zit de onschuld? Voor het trauma. En wat zegt dan die Tao of de teachings die jij doorgeeft voor mensen die dus getraumatiseerd zijn? Dus die wel die onmacht dan overweldigend blijft, dat is het woord, overweldigend blijven voelen. Wat hij erover zegt? Ja, die zegt, zo zijn we allemaal. Ik heb tenminste nog nooit in mijn leven ontmoet, nog nooit iemand in mijn leven ontmoet die dat niet is. De mensheid, als je onderdeel bent van de mensheid, en daarom vroeg ik jou, zie je jezelf als onderdeel van de mensheid? Ja. De mensheid is onveilig. Heb ik ook even gecheckt bij jou, zei je ook ja. Met andere woorden, jij bent onveilig. Kan niet anders. Mm-hmm. Met andere woorden, iedereen zit in onveiligheid. Mm-hmm. Daarom zijn we als mensheid zo in paniek bezig. We zijn op zoek naar een veilig plekje. Ja, absoluut. Alleen, we begrijpen niet dat we het hele veilige plekje wat we hebben aan het vernietigen zijn. Uit die interne dwang om te bewijzen dat de wereld onveilig is. Want ons systeem past bij onveilig zijn. Dus codependentie is niet alleen dat je getraumatiseerd bent. Je bent zelf ook een traumatiserende machine naar anderen. Hmm. We zijn onze onschuld kwijt, maar we zijn zelf ook schuldig. Ja. Het in stand houden van onmachtssituaties, daar je leven aan wijden, dat is meedoen. Wij, getraumatiseerde mensen, maken getraumatiseerde kinderen. Het is een loop. Het is een destructieve loop. En waar ik mee bezig ben, is de destructieve loop doorbreken en weer een constructieve loop laten ontstaan. Mm-hmm. Het is makkelijk. Je hoeft maar 1 ding te doen, maak je ogen zacht. Mogen we nog een 2e stap van je? Of zeg je van, die is alleen als je de... Nou, die heb je toch al benoemd, omdat jij die innerlijke glimlach dan erbij haalt, op die glimlach. Maar dat is niet erg. Kijk, in China of in Azië zie je veel die glimlach. Hè. Dus, dus ze weten dat daar de glimlach een belangrijk onderdeel is van wat de wijze man en vrouw hun vertellen in hun cultuur. Dus je ziet veel die glimlach. Maar ik zweer je, ik heb nog nooit zo'n stelletje piraten bij elkaar gezien als in Azië. Dus die gaan allemaal met zo'n heerlijke glimlach. Oh, I'm sorry. En een klok krijgen ze een kapmes in je hoofd. En dan verdwijnen in de golven. En het is hetzelfde in onze cultuur. Dus wij gaan op zondag gaan we naar de kerk. Dat doen we niet meer, maar het zit nog steeds in ons bloed. Ja, ja, ja. En dan gaan we, we doen van het best. En maanden beginnen we weer met het roven en uitmoorden en slavenhandel. Ja. Dus dat is in Azië hetzelfde. We zijn allemaal mensen. En die innerlijke glimlach of die glimlach, dat is een verkeerde interpretatie van naar de kerk gaan. Dus wij gaan naar de kerk en denken dat we goed zijn. Terwijl de rest van de week zijn we aan het uitbuiten en aan het, weet ik wat, aan het doen. Hele cultuur op slavenhandel gebouwd. Hè? Mm-hmm. En dat doen die Aziaten. Als we dan maar blijven glimlachen, dan zijn de goden ons goed geziend. Ja, ja, ja. Whatever we uitspoken. Het is een soort vervorming van de teaching dan eigenlijk. Ja, het is een soort uiterlijk landschap, nepmiddel in het innerlijk landschap moet gebeuren. Maar de echte, ik kan je de echte... Ja, ik ben benieuwd. Dus hoe je het doet, dat is een stapje 2. En we gaan weer 3 keer per week dit trainen. Eerst ogen. We gaan weer absolute veiligheid doen. We gaan de deur op slot doen. En denk nou niet dat je nu wil weten dat de slaapkamer veilig is. Of de kamer waar je zit. Weer het diertje in jezelf laten
altijd beginnen. Weet je ook, hier, nou, is volgens mij. Nou, klinkt kinderen, maar het diertje in jou, die wil zeker weten dat het veilig is. Voor de prooidieren die dat diertje dan zeg maar bang voor is. En als je dat eenmaal zeker weet, dan ga je proberen het te ervaren in je ogen. En dat, dat wordt steeds makkelijker. En ook als er al beelden en dat soort dingen komen, hou gewoon vast. Want iets in jou zegt, nee, hier op dit moment is geen onveiligheid. En ik kan mijn ogen zacht houden. Nou, na een minuutje of 3, 4 gaat het dan instabiel worden. Dan wint dit weer. Maar je zult merken, als je 3 keer per week traint, een tijdje volhoudt. Dit wint. Dit verliest. Dit is macht. Dit is onmacht. Macht wint altijd van onmacht. Ja, dus ik leer, is een machttechniek. Moet ik zo even als hypothese van je aannemen? Whatever, ga het maar lekker mee aan de gang. Kom ik over 2 jaar nog eens terug. Precies. En dan gaan we het over hebben. Ja? Oké, tweede stapje. Als je eenmaal het gezicht zacht gemaakt hebt, dan heb je eigenlijk je onschuldige gezicht te pakken. Ja. En dat onschuldige gezicht, dat wil je meer invloed geven. Maar dat gaat alleen als je het veilig houdt. Ja, maar het gaat allemaal over veiligheid. Ja? Nou, doe maar even je ogen dicht. Ik heb iedereen thuis, whatever. Kan ook meedoen. Ja, dus je ogen dicht. Desnoods moet je zelf even om je heen kijken, whatever. En we gaan het tweede stapje nu trainen. Dus ik ga er even vanuit dat het eerste stapje een beetje stabiel geworden is. Dus het zacht maken van de ogen. En dat gaat dus een soort olievlekje over je gezicht heen. Dan moet je een beetje proberen dat je voorhoofdspieren en de spieren hier bij de zijkant van je ogen wordt ontspannen. Je neusoptrekspieren en de kringspieren van je mond en kaakspieren en tongspieren. Dus dan gewoon loslaten de peesplaat en de spierspanning. En dan gaat er langzaam een soort licht gevoeletje ontstaan van, oh ja, in mij, in mijn gezicht, of een beetje achter mijn gezicht, is nog een gezicht. Dat alleen is al een fenomenale techniek. Op dit moment ben je even in een veiligheidsbeleving. Is wat anders is dan je wel of niet onveilig wanen, maar het is een beleving. Nou, tweede stapje is nu dat je lijntjes gaat visualiseren. Je doet het met je droomgezicht. Dus je beweegt niks in je echte gezicht. Maar je fantaseert lijntjes van je mondhoek omhoog, naar je oren, door je oren. En dan moet je boven je oren uitkomen met de lijntjes. En je kunt het omschrijven als het spitsen van de oortjes. En nou kom je in stilte, zoals dat heet. In stilte kun je 2 kanten mee op. Je kunt de microgeluiden om je heen gaan aanraken. En nu hoor jij allerlei dingen. En ik, wij zitten in dezelfde ruimte. Mensen thuis die horen allemaal iets anders, maar machientjes, ventilatoortjes, menselijke bedrijvigheid. Soms, als je in de tuin zit, een raam open. Vogeltje, nou, dat soort dingen. Je kunt ook je eigen ademhaling even door de neus laten horen aan jezelf. En als je nou eenmaal de geluiden hebt afgetast, dan kun je horen, zeker in een kamer die helemaal afgesloten is, in absolute veiligheidsintimiteit, dan kun je horen dat er geen onveilige geluiden om je heen zijn. En als je dat eenmaal beseft, dan kun je de tweede kant op van stilte. Dat is namelijk dat stilte alom tegenwoordig is. De stilte doorademt alles. Het zit tussen de geluiden in, maar het zit tussen alles in. En dat is even een kort moment van beleving, zeg maar. En nu kun je alweer terugkomen. Dus kun je alweer je ogen open doen en weer terugkomen. Zo. Goedemorgen. Ja, wat ervaar je dan als ik dat zo even met jou doe? Ja, dat is rustgevend. En dat wordt je veiligheid. Dat komt steeds terug in wat jij teach, zeg. Maar ik ben heel blij dat je dat teach. En dat het niet zomaar buitenlandse technieken zijn. Maar gewoon dat het hier om draait. Want dat raakt mij ook. Ik kan voelen dat ik me extreem onveilig in mezelf voel. Ja. Ja. Check. Ik ben ook beschadigd. Ik heb ook ik kan de verhalen vertellen bij SP, maar ik heb ook van alles meegemaakt. Dus ik ben grensoverschrijdend ervaringsdeskundige. Dat betekent dat ik zelf ook grensoverschrijdend ben. Dus ik ben een volledig mens van een onderdeel van de mensheid. Ik hoor er helemaal bij. Hoeveel walvissen kunnen we doodmaken met elkaar? Ik doe lekker mee. Ik ben codependent op dat systeem. Check, ja? En jij dus ook. En al je luisteraars ook. Niet zo ingewikkeld. Juist mooi vind ik, iemand die zelf gaat snappen dat die codependent is, dan betekent eigenlijk meedoen aan de onveiligheid. Ja. Omdat je jezelf onveilig voelt. Nou, mag je mij vertellen hoe je nou veilig gedrag kunt vertonen als je onveilig bent? Kan niet. Ja. Deze gaan altijd deze kant op. Het gaat altijd kwaad naar erger. We worden steeds gevaarlijker.
En als je dit gaat trainen, dus als je van onmacht naar macht gaat, hoe onschuldig ook lijkt, zacht maken van de oog is macht. Die innerlijke glimlach, want dat is die innerlijke glimlach, maar het zijn in feite denkbeeldige lijntjes. Je echte gezicht beweegt helemaal niet, dus dit. Lijntjes van je mondhoeken naar je oren, zei je, hè? Dat heb ik in ieder geval opgevangen. Ja, er zitten lijntjes zo van naden door je oren, maar het zit dus in je droomgezicht, als ik het zo moet formuleren. En dan kom je dus in een soort stiltebeleving. Stiltebeleving kan je dus die microgeluidjes gaan aanhoren. Dat doen dieren in het bos. Die in het bos zitten gewoon zo. We continu in de gaten of ze veilig zijn. Check. Wij zitten nog binnen. En we hebben alle wolven. Nou ja, behalve dat er nou 11 op de Veluwe zijn. En als je in Friesland woont, dan zullen ze allemaal wel doodgeschoten worden binnenkort. Maar whatever. Weet je, we zijn zo bang dat het idee van 11 wolven is voor ons al een reden om ze allemaal weer dood te maken. En dan zitten we te mopperen over China en Oekraïne, whatever, over Rusland. Maar dat zijn natuurlijk de Poetins die dat doen. Mensen die wolven doodschieten zijn de Poetins. Niks mis met die beest. Zelfs heel gezond als de wolven in onze natuur zijn. Whatever. Ja? Angst, dus angst. Nou, dus ga nou in het angstvrije. Eerst zorgen dat je het zo veilig mogelijk maakt. En jezelf een kans geven om het even te voelen. 5 minuten, 3 keer per week. Mm-hmm. Terug naar de onmacht. Als je daar wilt zijn. Als je er niet wilt zijn, weer 3 dagen per week trainen. Als je daar niet wilt zijn, weer 3 dagen per week. En hier gaat macht ontstaan. Nou, en de tweede knop. Macht is dus veiligheid. Macht is eigenlijk een woord voor veiligheid. En macht is een ander woord voor detraumatiseren. Mm-hmm. Ja, macht heeft een soort connotatie met waar ze mee in de wereld mee bezig zijn. Maar jij hebt daar een hele specifieke betekenis voor. En die heb je al genoemd. Ja. En kijk, jezelf, mag je mij vertellen, als je macht gevaarlijk ziet, dan zie je onmacht als ongevaarlijk. Mm. Nee, dat klopt niet. Ik zou zeggen, denk er nog even over na. Ja. Dus is onmacht veilig? Nee, macht is corrompeerbaar. Daardoor heeft macht een slechte naam. Maar wat er gebeurt in ons, wij zijn bang voor macht, want we zijn gewend aan onmacht. Want als ik machtig word, dan komen de beelden op. Dat willen we niet, dus we gaan weer in onmacht. We blokkeren het weer. Dus macht willen we niet. Gaan we macht uitbesteden. We zeggen, wie wil namens mij de macht hebben? Nou, de mensen die dus grensoverschrijdend zijn en belust zijn op destructieve macht, die zeggen, geef maar aan mij. Dus alle onmachtige mensen geven de macht aan extreem onveilige mensen. Absoluut. En dan zeggen ze, Jezus, dat zijn ze onveilig. Ja, wie heeft ze dan die macht gegeven? Nou, wij. En jij zegt, je hebt dus de macht, dus eigenlijk veiligheid, competent in jezelf zijn, heb je terug te nemen door te gaan beoefenen. Exact, ja. Dus letterlijk weer van onmacht naar macht te gaan. Daar gaat het gewoon. Ja. Want als je eenmaal, hier ben je leeg, hier ben je vol. Mm-hmm. Dit betekent eindelijk vastzitten aan onmachtsbeleving en onmachtsdaden. Want je wordt zelf ook een dader. En dat paniekgezicht. Ja, paniekgezicht, stressgezicht enzovoort. Nogmaals, het loopt goed af. 3 dagen voor je dood gaat het vanzelf uit elkaar af. Mm. Ja, dus je neemt het niet mee naar whatever je daarover denkt. Het blijft hierachter. Dat is een fijne disclaimer. Ja, dat is superleuk. Gaat altijd goed aflopen, sprookje. Alleen kun je het proces versnellen. Kun je 30 dagen voor je dood, of 30 jaar voor je dood, of kun je misschien wel vanaf vandaag voor je dood dit te gaan bijpakken. Mm-hmm. Ik zou zeggen, wel doen. Ja. Voel je vrij. Gewoon mee gaan zitten. Ja. Ogen, oren, innerlijke glimlach, niet een of andere fake. Nee, niet een of andere spirituele ladikoek. Ja, nee. met verlichting. Gewoon het dier in jezelf laten rondkijken en het dier laten luisteren. En dan kom je in het idee, het is echt wel, volgens mij echt wel, binnen mijn eigen mars is veilig, ervaren. Ja. Stilte ervaren. Zacht gezicht ervaren, stap 1. Stilte ervaren, stap 2. En als je daar 3-4 seconden in zit, is het al perfect. Had je net 2-3-4 seconden? Ja, minimaal. Ik was een beetje bang voor David, de techniek is achter me. Ja, hij ging ook hoesten en zo. En dat hoorden we meteen. Ik denk dat sommigen van jullie het ook wel gehoord hebben. Maar maakt niet uit. Ik ben echt een caveman, noemen ze dat. Hè? Okay. Zo, dat heb ik met David niet. Dat was een geintje. Maar zodra ik ergens in een restaurant zit, moet ik in een hoek zitten. Ja. Hè, dus de veiligheid in mijn situatie inderdaad onbewust. Ja. Het is wat Tanja, mijn vrouw, me er op een gegeven moment op wees. Die is ook zo. Ja. Daar zitten we weer in een hoekje als 2 cavemen. Nou, dat was ik natuurlijk ook vroeger. En ik ben het uiteindelijk gaan omdraaien. Want ik zat altijd in de hoek waar ik me veilig voelde. Dat betekent dat mijn partner, die zich ook onveilig voelt, die door mij gedwongen werd om met de rug naar de situatie te zitten. En op een gegeven moment ben ik dat gaan omdraaien. Dus nu zorg ik altijd dat mijn partner, met wie ik dan uit die mogen in de veilige situatie zitten. En ik ga zitten met mijn rug naar de toestand toe. Want ik kan mezelf inmiddels
heel veilig voelen in complexe situaties, ook in een restaurant. Bovendien kan ik een beetje met je rug waarnemen of wel of niet gekke dingen gebeuren. Nou ja, en dat is niet alleen hoop, er is een verplichte mensen. Uitweg. Het is belangrijk voor mensen om te horen. Daarom ben jij hier ook belangrijk. Het is niet alleen maar als teacher die dit allemaal... Maar je komt hier zelf ook vandaan. Je komt zelf uit een onveilige situatie met jeugdtrauma. Ja, ik ben een helper of een redder. Dat is mijn... Ja, dat is deze. Ja, dus gaan we even ophangen. De redder, daar ben ik er ook eentje van. Okay, check. We kunnen ook daar elkaar dan zit hij ook. Jij zit 9000 mensen te redden en ik zit ook de hele mensheid te redden. Dus dat onderliggende probleem is nog steeds actief. Ja. Snap je? Ik ben nog steeds aan het redden. En jij bent ook nog steeds aan het helpen redden. Enzovoort. Er is niks aan veranderd. Alleen, dus langzaam maar zeker in mij ook een machtig iemand aan het ontstaan. En een machtig iemand, en die is eigenlijk in staat om in te breken in de onmacht. Dus bij mij is het spanningsveld is interessanter aan het worden. Mm-hmm. En ik heb ook al die beelden zijn teruggekomen natuurlijk. Vele hele kleine onschuldige zogenaamd, maar ook een paar heftige. Ja, en het werd bij mij ook helemaal dicht geplamuurd. Dus ik kon echt niet voelen. Dus toen ik 33, 34 was, moest ik echt stappen gaan maken in mijn ontwikkeling als tovenaar. En ik kon gewoon niet verder als ik dit... Het is een panzer eigenlijk wat hij heeft. Ja, I know. Het is een soort panzer. En je kunt er twee kanten mee op eigenlijk. Je kunt het helemaal gevoelsarm maken. Mm-hmm. Maar je kunt het ook helemaal in gevoelspaniek brengen. Dus je kunt er ook een soort drama queen toestanden van maken. Ah! Ja, alles gaat dat gillen en schreeuwen. Ja. En je kunt het ook helemaal... Afgesloten. Hallo, voel je iets? Kun je knokkels op die pijn kunnen zitten? Veel mannen ook, hè? Ja, veel mannen natuurlijk. Ja. Maar het is ook een beetje dat mannelijke, dat wordt heel erg dichtgeplamuurd. En het vrouwelijke wordt eigenlijk heel dramatisch gemaakt. Mm-hmm. Nou, moet je altijd een beetje opletten met die termen. Want we zitten allemaal in een soort glijdende schalen in het hele gebied. Maar ik was echt dichtgeplamuurd. Jij was echt geplamuurd, ja. Ja, absoluut. Ik denk ik ook wel. Ja. Ja. En daar kon ik niet meer verder. Dus daar heb ik echt... intern opgewerkt, want ik ken technieken om hoe je het van binnenuit kunt openen. Mm-hmm. Heb ik ook getraind. Mijn lerares was Annette Derksen. Dat was een vrouw die dus al met die interne alchemie bezig was in Nederland. En die heeft mij eigenlijk zover gebracht dat de druk van binnenuit zo groot werd dat het open moest. Mm-hmm. En ik kreeg ook technieken van haar erbij om het dus te trainen. Dus detraumatiserende meditatietechnieken. Ja, dus tegenwoordig denken we aan detraumatiseren vaak aan hulp zoeken bij therapeuten of bij opstellingen of allerlei dingen wat geholpen wordt. Maar vroeger, toen deze technieken ontwikkeld werden, duizenden jaar geleden, waren er natuurlijk geen therapeuten. En je zat gewoon je eentje in een grot ergens of in een bos. En dan moest je het oplossen. En de dichtstbijzijnde dorp was 4000 kilometer of 400 kilometer verderop. En daar staat ook geen psychotherapeut. Dus of je lost het op of niet. Dus er zijn technieken om het intern op te lossen. Maar ik had iets van, volgens mij ben ik teruggetraumatiseerd om te vertrouwen op die techniek. Dus ik ben ook extern hulp gaan zoeken. Mm-hmm. Bij Manfred van Doorn heet hij. Ja. En die is toen echt 2 jaar lang met mij flink aan de gang gegaan. Magistraal vond ik het. En toen is het opengekraakt. Dus echt, het was een beetje een toestand. Maar het ging open. Nu is het open. Mm-hmm. En daarna moest ik nog naar de buik. Moest nog verder omlaag, zeg maar. En dat naar de buik, dat lukt uiteindelijk de meeste mensen veel makkelijker dan je denkt. Omdat seksualiteit ons daarbij helpt. Ja. Want seks zit onder de middenrif. Zelfs onder in de buik, zelfs in de bekkenbodem. Mm-hmm. Dus iedereen die zeg maar richting de vagina of naar de penis wil. En dat doen we onder seksuele dwang. Hè, dus niemand kan ontsnappen aan de vagina en de clitoris en de penis en whatever. Mm-hmm. Je kunt gewoon niet ontsnappen. Je zou wel willen hier blijven. En dit kun je wel overslaan, moeilijk, maar anyway. Maar dat kun je niet overslaan. Je energie is te sterk daar. Ja, dus in zekere zin, je hebt 2 grote hulpmiddelen eigenlijk om eruit te komen. 1 hulp, het zacht maken van de ogen is relatief makkelijk. Mm-hmm. En de tweede is, het vinden van je seksuele organen is al een bekende route. Mm-hmm. En als je die 2 koppelt, zachte ogen en de seksuele organen, dan heb je eigenlijk al een onverslaanbaar team. Mm-hmm. Dus met zachte ogen... contact maken met de seksuele energie in jezelf, de orgastische kracht in jezelf. Dat heet eigenlijk zelfbeminning. En in een lichte trance van absolute veiligheidsintimiteit contact maken met je seksuele organen. Dan kom je al in de basistechnieken van de seksuele kung fu. Van hoe je eigenlijk seksualiteit in jezelf veilig traint. Hoe je levenskracht in jezelf kan maken. En hoe je in plaats van je levenskracht kwijtraken. Elke dag wat gebruikt om te leven en tegelijkertijd elke dag een beetje bijmaakt om gezond te blijven. En dan kom je ook weer helemaal bij wat je in het begin vertelde over de moeder.
Exact, ja. Is daar je geslacht ook mee verbonden? Ja, de moeder, dat heb ik al gezegd, maar ik wil met alle liefde nog een keer herhalen. Ja, ja, ik ben een langzame leerling. Ja, dus zeg maar het verwortelen van bomen, ja. dus zeg maar die lichtloze, want we hebben het altijd over het licht, maar de lichtloze, heldere, voedende kracht van de moeder, dus een voedende energie, mm-hmm. die hele schoon grondwater, zeg maar, wat in die wortels stroomt, mm-hmm. en dat combineren met het licht van de zon, dat is de truc, dat is hoe de natuur het doet. Wij zijn net als bomen, alleen wandelende bomen. En eigenlijk klinkt een beetje raar, maar onze wortelingstechnieken zitten bij jou in de testicles en bij een vrouw in de eierstok. Ja, dat zijn, maar het is eigenlijk het moederlijke zit dus ook, want dat is een verwarring voor veel mannen ook dan. Hè? Ja, want een mannelijk geslacht, is dat dan een vrouwelijke energie? Nee. De testicles en de eierstokken bij man en vrouw, die werken allebei met de moeder aarde. Ja. Dus bij mannen en vrouw zelf. Ja, precies. De moeder zit onder, de vader zit boven. Nee, er zit geen vuur in de testicles. Nee. Er zit water in de testicles. Er zit water in de eierstokken. En er zit wel een kleine verschil tussen man en vrouw. Als je de enige eten naar kijkt, maar het is bijna onbelangrijk. Nee, het gaat over die voedende energie. Die heb je nodig in de eierstokken testicles. Nou, dan moet je het op een of andere manier naar boven zien te krijgen. Dat gaat via een lichte trance. En die lichte trance kun je alleen bereiken met zachte ogen. Ja. Dus met harde ogen gaat het niet lukken. Dan zit je hier. Zachte ogen hier. Eventueel nog een beetje die stap 2, dus een stap 3, nog een stap 4. Maar zachte ogen en testicles, zachte ogen en eierstokken. Heb je al een winnend kop? Dan gaat dus de energie al. Nou, dan, dat is een beetje vlot. Dat is wel een beetje te vlot. Maar ja, dan heb je in ieder geval de toegang ertoe. Mm-hmm. En in onze cultuur, dus zeg maar de voortplantingsseksualiteit in de beschadigende vormen van seksualiteit, dat zou je wel kunnen omschrijven als een energie die heel erg aan de voorkant zit. Dus de penis, de borsten, de verleidingstukken, de mooie, de make-up, de vormen, het wasboordje, de komen. Het gaat eigenlijk over, ja, ook weer dierlijk eigenlijk, van je moet elkaar aankijken. Ik wil met jou, wil ik kindje maken. Ja. En ook als het kindje er tussenuit haalt door een condoom of een pessarium, is nog steeds, ik wil met jou een kindje verbinden. Maken. Verbinden. En seks. Ja. Je wilt gewoon, je wilt aangeraakt worden, je wilt aanraken. Je wilt het gevoel hebben van, zijn goed bezig. He, want dat goed bezig zijn betekent eigenlijk levenskracht maken. Mm-hmm. Als je levenskracht maakt, ben je goed bezig. Mm. Als je dan een pil en een pessarium en een condoom ertussen zet, wordt het nog een beetje wat wonderlijk, weer typisch menselijk. Mm-hmm. Om dat gevoel van goed bezig dan ook nog weer te verstoren. Mm. Snap ik ook wel, want anders krijg je de hele tijd kinderen. Mm-hmm. Maar dat goed bezig, dat kun je ook nog op een andere manier doen. Dat kun je ook in jezelf trainen. Ja. Dus je kunt in jezelf ben goed bezig trainen. En dan gaat het over het vrouwelijke en het mannelijke naar elkaar brengen. En dat gaat niet via de voorkant, die heb je niet meer nodig. Als je dus intern alchemie, seksuele kung fu gaat trainen, is er geen ander. Mm-hmm. Het zit allemaal in jezelf. Dus je bent al, en je hoeft zelf ook niet mooi te maken. Je hebt ook geen wasbordje nodig. Je kunt gewoon met een dikke buik kun je gewoon trainen. Of je nou 12 bent of 18 bent of 88 bent, je kunt altijd trainen. Mm-hmm. Want die testicles en die eierstokken doen altijd mee. Er zit altijd licht in je schedelholte. Je hoeft niet mooier maken dan is. Zet je droomgezicht op, zachte ogen beginnen ermee. En dan kun je eigenlijk in plaats van aan de voorkant, ga je meer richting de wervelkolom. En dan ga je de energie van de eierstokken testicles via de wervelkolom omhoog brengen. Gaat dan in de schedelholte komen. En de voorkant gaat weer naar beneden. En ontstaat er een soort rondademen. En daarmee kun je die systemen dan aanzetten. Dan ga ik even heel snel doorheen. Er zitten een aantal cruciale punten in verstopt. Maar dit is de basis. Ja. En ik ken die via de boeken van Mantak Chia. Ja, want ik heb 14 jaar bij Mantak getraind. Okay. Ik ben ook Annette was de eerste senior instructor in Nederland. Ik was zelf de tweede senior instructor van het systeem van Mantak. Ik heb ook anderhalf jaar bij mijn huis gewoond, zeg maar. Ik heb allemaal willen leren dit. Dus ik ben daarna ook verder nog China ingegaan. Ja. Dus Mantak is echt helemaal bij mij. Nou ja, wat ik erover wilde vertellen is, ik ben echt een lezer. Dus ik heb hier al heel veel mee geoefend en gelezen. Maar hoe je het nu vertelt, is zoveel meer, ja, voor mij in ieder geval tot leven brengend. Nou, ik heb, omdat ik het zelf moest snappen, en ik moest het van het Aziatische paradigma, wat oeroud is, wat mm-hmm. ook niet meer in het huidige China te vinden is, dus ik moest ook nog terug in de tijd, en dat moest ik dan vertalen naar voor mijzelf toepasbare technieken. Mm-hmm. En omdat die dicht zat, kon ik het niet voelen, dus ik mm-hmm. moest het snappen. Ja. Omdat ik het snapte en uiteindelijk aan de gang kreeg. Dus ik heb die zachte ogen en die spitse oortjes en dit en de buik. Ik heb het allemaal open gekregen. Het heeft me 10 jaar gekost.
Zonder dat dit het overnam. Hè. De spanningsveld bestaat nog steeds. Maar nu is het een beetje 50-50 aan het worden. Tussen onmacht en macht. Ja, tussen onmacht en macht. Hè? Ja. Ja, dus ik ga nog steeds een beetje heen en weer. Dat maakt het echt niet mooier dan het is. Maar ik heb ook echt iets voor mijn nabels tegenover staan nu. En daardoor gewoon ik het, omdat ik het begreep en het ervaren ging. En nou kan ik het uitleggen. Ja. Dus ik kan het aan westerse mensen uitleggen. Ja, en ook westerse mensen die pornografisch denken. Of westerse mensen denken, wat zit die nou vaag? Kletsen die lul. Maar ik weet gewoon exact waar het over gaat. En ik weet ook precies hoe het werkt. En ik weet ook precies waarom mensen zeg maar in de weerstand gaan. Of wel of niet. Of dit zweverig noemen. Het is allemaal onzin. Het is gewoon een beetje angst voor dat opkomen van die trauma's. Ja. En dat snap ik ook. Want zonder macht moet je hier niet aan beginnen. Ja, als ik de boeken terugga, het is lang geleden dat ik dit las hoor. Ik praat weer over 2007, 2008, toen ben ik dit gaan beoefenen. Maar het woordje veiligheid komt nergens voor. Het woordje veiligheid, het zijn allemaal technieken. Er wordt je wel geleerd dat je bepaalde spieren moet aanspannen, de energie omhoog moet brengen. Maar als ik jou zo hoor met wat je net vertelde over die ogen hè, en die innerlijke oren en het zacht maken en het veilig worden, dan gaat energie uit zichzelf misschien wel bewegen, toch? Exact. Ja, je hebt gelijk, ja. Ja, ik denk dat de meesters van vroeger, die gewoon nog in de natuur trainden, niet helemaal konden voorzien, of misschien wel hadden moeten voorzien, die domkoppen. Maar anyway, ze hebben niet goed voorzien dat waar wij nu in terechtgekomen zijn als mensheid, met zoveel mensen boven elkaar, hoe complex het geworden is. Mm. En hoe, zelfs als je nu naar het strand loopt, ben je niet alleen. Snap je? Je bent nooit alleen. En dus dat niet alleen zijn, waar die technieken uit ontstaan, we zijn het alleen zijn kwijtgeraakt. Mm-hmm. Nou ja, nu kun je het eigenlijk niet goed trainen. Want als je niet alleen bent, dan ben je ook op je kwijt. Ja, dan blijf je dus eigenlijk onveilig. Ja, je kunt niet... Daarom, kijk, tantra bijvoorbeeld, er zijn ook seksuele technieken uit Azië. Maar dat gaat toch nog... Er zijn ook monocultivaties trainingen over in tantra. Maar het gaat heel vaak over, toch over de ander. Mm-hmm. Maar dan... Je snapt hem zelf. Als je niet veilig in jezelf bent... Je kunt dan... tantra doen zo dat je in ons weegt. Maar als je die onveiligheid meeneemt in die beleving en de ander ook... dan blijft het onveilig. Mm-hmm. Met allerlei gevolgen van dien. Dus ik zou zeggen, prima allemaal. Dus van alles, allerlei leuke dingen te trainen. Maar probeer of je het naar deze kant kunt krijgen. Naar de veiligheid. Naar de macht en de veiligheid. Veilige tantra is super natuurlijk. Maar onveilige tantra is natuurlijk alleen maar een doorzetting met de nachtmedie. Jezelf nog weer met een spiritueel sausje eroverheen weggeven. Mm. Hoe dom kun je zijn, snap je? Het gaat allemaal over veiligheid. Ja. Ja, ja. Nou goed, er zijn ook genoeg tantra-scholen in Nederland waar ze wel heel erg oefenen op consent en veiligheid. Maar er is, maar er hoeft maar één iemand in de zaal te zijn en het is onveilig. Voor een codependent iemand, lullen wat je wil over, het is consent en die. Nee, allemaal, mee eens. Allemaal onzin. Je zou in eerste je neemt onveiligheid zelf al mee. Precies, je zal de veiligheid in jezelf moeten vinden, wat je ook beoefent. Exact. Ja. En sommige mensen, weet ik wel, sommige mensen kunnen eigenlijk alleen maar uit die... ongelofelijke kramp komen dankzij tantra, voor de duidelijkheid. En we lopen ook met schuld en schaamtegevoelens rond. Yeah. En ik vind tantra heel erg goed om dat op te lossen. Precies. Maar ze lossen niet het probleem van de veiligheid op. Hmm. Het probleem van de veiligheid is maar één ding die dit op kan lossen bij jezelf. Namelijk in absolute veiligheid. In een van intimiteit. Je boeken trek je ook wel van leer tegen dat soort tantra-scholen. Heb ik gelezen toen, hoor. Nou ja, het kwam natuurlijk uit Azië. En ik kom ook uit Azië met mijn kennis. En dan wordt het gauw op één hoop gegooid en... Nou ja, I'm not impressed, snap je? We zijn nu, hoe lang zijn we 70 jaar bezig met de hippies? Whatever. Hoe lang zijn we nou in Azië kennis aan het ophalen? Met al die verlichte meesters en met het tantra en met yoga en met bewustzijn. Ja, en de vipassana, de hele klote zo, ja? Zen boeddhisme, noem maar op, alles. Oké. What the fuck zijn we ermee opgeschoten? Kun jij iets uitleggen? Ik ga je niet antwoorden. Nee, maar dus we weten al sinds Club van Rome 1968... de grafiek, jongens, daar gaat die helemaal goed hier. Oké, daar komen de hippies en daar komen de verlichte meesters... daar komt de hele klote zo die yoga heeft geleerd aanlopen. Wat de fuck is gebeurd? We moeten toch wel een beetje de CO2-levels omlaag brengen nu. Dat is het resultaat. Nou, dat is een huilende waanzin. Het is gewoon volledig onder de maat. Het is allemaal schuld van de hippies. Nee, maar de hippies hebben het ook niet opgelost. Nee. En de tantra ook niet. En de yoga ook niet. Omdat ze die veiligheid... Ze hebben de macht niet opgelost. Ze hebben het onveilig weten te houden. Je moet veilig maken. Okay. Als jij niet veilig bent... hoe kun je dan een veilig onderdeel van een veilige mensheid worden? Dan doe je het er gewoon niet mee. Dus het maakt eigenlijk niet uit welke stroming je aanhoudt. Nee. Als je maar zorgt dat het over veiligheid... in eerste instantie in jezelf... want daar gaat jouw werk ook over. Monocultivatie heet het, hè? Ja, monocultivatie. Monocultivatie. Je hebt twee vormen van cultivatie... De ene manier heb jij beoefend in je leven. Je hebt kinderen gemaakt. Ja. Heb je dat in je eentje gedaan? Vind ik een fijne methode.
Ja, maar ja, als het goed is, is het heel liefdevol en heel mooi. Om met iemand waar je van houdt. En dan ook nog iets, zoiets ongelooflijks als kinderen maken. Ja. Heb je het in je eentje gedaan of heb je het met z'n tweeën? Nee, weg met z'n tweeën gedaan. Okay, dat is in duo. Consent. Ja, ook maakt mij niet uit. Maar dat is duo-cultivatie. Ja, ja. Dus duo-cultivatie betekent in het externe landschap, mm-hmm. uiterlijke landschap, twee fysieke lijven die samen een kindje maken. Dat is duo-cultivatie. Dus het mannelijke en het vrouwelijke is zeg maar gerepresenteerd door twee mensen. Die gaan vrijen en maken de derde kracht, mm-hmm. het kind. Ja, zo, dat is duo-cultivatie. En als je in jezelf gaat trainen, transformatieseksualiteit, dat is geen voortplantingsseksualiteit, maar dat is transformatieseksualiteit, dan train je monocultivatie. Ja. Niemand anders voor nodig. Ja? En in tantra wordt vaak gedaan dat zij duo-cultivatie trainen, mm-hmm. en dat de Nijdenkoen monocultivatie traint. Onzin. Onzin. Er is geen energetische duo-cultivatie. Bestaat niet. Nee? Het uitwisselen van energieën en extase techniek en daar een heel mooi sausje om. Allemaal onzin. Duo-cultivatie betekent twee mensen kindje maken, uiterlijke landschap. Innerlijke landschap, als je dat getraind, is monocultivatie. Er bestaat geen duo cultivatie in de trans. In dat vind ik jammer. Nou, zeg maar, het is jammer dat je in die verwarring ronddaart. Het is toch een heel mooi spiritueel... Nee, het is onzin. Het idee dat je samen in het goddelijke eenheid komt. Ja, klets lekker door. Maar dat is nou onzin. Omdat het niet veilig is. Jij bent niet veilig in bed, je partner is niet veilig in bed. Dus er kan nooit veiligheid ontstaan. Dus je kunt nog zo leuk en zo verslaafd voelen allemaal. Kijk, iedereen kan zich volspuiten met van alles en denken, oh, ik voel me zo goed. Maar het is eigenlijk zelfdestructief. Hmm. Check. Nee, ik check nog niet met je mee, maar ik neem hem aan van je. Nou, ik zou heel fijn als iedereen erover na gaat denken. Oh, ik dacht dat iedereen met je eens. Nee, nogmaals, eigenlijk vind ik dat de tantra veel meer in gesprek zou moeten gaan met de Nijdangung. Dus dat van die veiligheid moeten we veel serieus zijn. Nijdangung, dat is de... Nijdangung, dat is de stroming die jij volgt. Dus de yoga of de tantra, dat zijn ook termen uit Azië. En Nijdangung is ook een term uit Azië. Of qigong, of interne alchemie. Dat is wat ik train en waar ik voor sta, zeg maar. Dus die absolute veiligheidsintimiteit, dat hoort de basis te zijn van alle energetische vormen van training. Ja, dat vind ik sowieso een enorme verworvenheid van ons gesprek vandaag. Dat het veiligheid, het woord zo vaak valt. Want ik denk dat we dan nog even het bruggetje kunnen maken naar deze archetypes. Want al deze archetypes zijn er vier. Hè, die ik in ieder geval uit de literatuur en uit de wetenschappelijke modellen heb gehaald. Heb archetypes van laten tekenen. Allemaal struggelen extreem met veiligheid. Check. Niet alleen met seksualiteit, maar het is wel mooi om dat bruggetje te maken. Absoluut. Ja. Van, zal ik ze gewoon eens naar... ga je gaan. Dus, jij hebt er al eentje heb jij er genoemd. Dat is de makkelijkste, zeg maar, omdat jij jezelf daarin herkent. Ik herken mezelf. Dit wordt ook wel de pleaser genoemd. Ja. Hè? Ik weet niet of mensen dit kunnen zien. Zo'n helperholic. Ja. Het is iemand die een ander... boven zich plaatst. De behoeften van de ander zijn belangrijker. Die ondersteunt, die geeft, die je al dan niet probeert te redden, die probeert te ondersteunen. Ja, adviseren, blij maken, harmoniseren. Enzovoort. Grenzen niet bestaand. Ja, of helemaal niet, de eigen grenzen helemaal niet kunnen voelen. Nee, weinig wel eigen grenzen. Wel de grenzen van de ander. Ja, zeker. Heel goed de grenzen van de ander kunnen voelen, maar de eigen grenzen en daaronder gelegen behoeftes dus niet kunnen voelen. Wat zou jij tegen... Niet voelen en leeg zijn. Hè? Dus zul je bij alle typen zijn. Oké, dat is een nieuwe die we hieraan toevoegen. Ja. Dus leeg zijn en dat proberen te vullen met de liefde en waardering van een ander. Ja, ja? Check, ja. Nou, dus... Oh, nee, sorry. Oh, ik laat jou over. Nee. Je mag er wat mee, want daar ben jij voor hier, om daarop te reflecteren. Nou, de truc is eigenlijk van... dus in zekere zin ben je codependent op de ander. Ja. En het is eigenlijk met die codependentheid is op zichzelf eigenlijk niet zoveel mis. Het is eigenlijk helemaal niet zoveel mis om de ander te helpen. En de grenzen van de ander te kennen. En daarop even... En wat voor de ander het betekent. Maar dat deel is mooi. Dat deel is hartstikke mooi. En dat mooie deel, dat moet je op jezelf leren richten. Oké, ja. Snap je? De truc is het mooie deel op jezelf richten. Ja. Dus je eigen grenzen aanvoelen. Ja. Als van de andere kant kun je het ook bij jezelf leren. Ja. Het ondersteunen van de ander, jezelf ondersteunen. Mm-hmm. Als je eenmaal de trucs kent, al dat. Maar omdat dit is angstig en de geruststelling zit hem in dat doen bij de ander. Ogen zacht maken, ijsblokken testicles in jezelf, medicijn gaan maken. Dus onschuld gaan terugvinden. Dan gaat eigenlijk al die goede dingen gaan zich dan langzaam maar zeker in jezelf ook manifesteren. Het ziekelen gaat zich uitbalanceren. Je blijft nog steeds hulpgevend. Ja, doen wij ook. Ja, wij zijn elkaar ook helpen. Jij bent een help, ik ben Maar ook de mensen thuis en alle mensen die jij traint. Dat is maar ondertussen fijn. Gaan zorgen dat de kern van je training eigenlijk zelfhulp wordt. Ja.
En dat doe je door jezelf te vullen. Ja. Maar deze mensen die hebben dus in eerste instantie... want ik hoor er ook bij, zijn we vaak grenzeloos? Ja. Ik ben dan, jij noemde dat zelf, dat grensoverschrijdende ken ik bij mezelf niet zo. Jammer. Kun je nog voor behandeld worden? Ja. Nee, maar daar ben ik me wel zo rond de 25e zo bewust van geworden. Hè? Dat je, dus ik ben echt wel van het afstemmen van de consent. Dat wilde ik er nog even over zeggen, ik weet ook niet waarom. Omdat ik me nu even... Ik grijp toch even in. Ik snap wat je bedoelt. En ik snap ook de oprechtheid van die poging. Maar als je gewoon genadeloos kijkt naar dat je onderdeel bent van een beschadigende mensheid... Ja. Dan moet je jezelf dus ook codependent verklaren in een beschadigende mensheid. True. Ja, nee, dus maar daar kon ik in het begin van het gesprek ook helemaal in meekomen. Okay, dus ja. Het is interessant om jezelf in de gaten te houden. Ook al ben je consentgevoelig of ben je de grens van de ander respecteren. Dat wil niet zeggen dat je veilig bent. Op andere vlakken, op milieuvervuiling, op noem maar wat. Ben ik net zo codependent als je dat beschrijft. Ja, check. Ja, maar het ging me nu, bij dit archetype ging het om de seksualiteit. Dus het vooral heel goed aanvoelen van de grenzen van een ander... en de behoeften van een ander, die voorop zetten. Hoe maak je die switch? Hoe maak je die switch? Want natuurlijk, zachte ogen, ik vind het een prachtige beoefening. Maar er zit een soort... Nee, niet een soort. Er zit een verslavend patroon in de hersenen, in het dopaminesysteem. Ja. Wat beukt, wat zegt, je moet je shot hebben. Ja. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, je moet serotonine gaan maken natuurlijk. Ja, precies. Dus dat snap ik ook wel. Ik bedoel, die beloningscentrum die kun je met 4 verschillende groepen hormonen vullen. En dopamine is er eentje van. Het nadeel van dopamine is lekker sterk. Heeft ook bepaalde waardes in gevaarlijke situaties. Maar het is verslavend, zoals we allemaal weten. Verslavend betekent dat je om dezelfde ervaring terug te krijgen... moet je het verdubbelen. Ja. Een echte junk heeft 100 keer meer dopamine in zijn bloed... dan iemand die niet verslaafd is. Om even aan te geven hoe gigantisch die waarden opstijgen. En als je dan stopt en een cold turkey gaat... dan ga je in een soort hel terechtkomen. Ja. Dus daarom wil je ook niet stoppen. En dus met andere woorden, je moet niet stoppen met dopamine. Je moet stoppen met dopamine. Maar je kunt niet stoppen als je niet iets anders tegenover zet. Mm-hmm. En serotonine, dat is eigenlijk het antwoord. En, ja, en serotonine, als je het puur over dopamine en serotonine hebt... dopamine is eigenlijk seks. Seks hebben buiten jezelf, dus met de ander in seks gaan. En serotonine maak je als je in zelfbeminning gaat. Je bedoelt dopamine is seks met de ander? Onder andere. Dus pornografische seks, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is de dopamine shot. Dat is een dopamine shot. Ja, als je het over seks hebt. En het verbinden met een ander? Dat is oxytocine. Ja, oxytocine. Ook, dat is het knuffelhormoon. Mm-hmm. En dat is op zich minder gevaarlijk. Het is ook een beetje verslavend. Het enige nadeel is dat je altijd een ander ervoor nodig hebt. Als je ander boos wegloopt of een bloemenvaas naar je hoofd gooit... dan heb je geen oxytocine. Nee. Dan is het enige alternatief dopamine. Dus dan moet je weer dingen gaan doen. Om te zeggen, ja, mijn partner behandelt mij slecht. Ik moet wel aan de drank of ik moet wel dit of ik moet ik wel moet dat. Ik moet wel mijn shotje krijgen. Want die beloningscentra's, die moeten aan. Ja. Je kunt niet langer dan 20 minuten zonder een shotje. Voor de duidelijkheid. Mm-hmm. Ja, dus. En hoe kom je dan van die beweging van dopamine gericht naar... meer... zelfbeminning. Dus zachte ogen. Serotonine is zelfbeminning. Ja, zelfbeminning is een serotoninebeleving. Is een opwekking van serotonine. Okay. Dus en wij denken bij zelfbeminning dus aan masturberen. Ja. Hè, want we kennen in onze jeugd wel het experimenteren met onze erogene zones. Ja. Dus als jongetje, meisje ga je er al dan niet mee aan de gang. Hopelijk schuld en schaamte vrij. Maar ingewikkeld genoeg in onze wereld. Maar anyway. Dus gewoon ontdekken hoe de knopjes werken, zeg maar. Dat is niet zo, dus ook serotonine als het goed veilig is. Het kan al snel doorschuiven naar een beetje al lichte vormen van seksuele verslaving. Dan wordt het al masturberen om in zelf je slaap te vallen, aan te vallen. Ja. Okay, een beetje dat soort dingen. Maar zelfbeminning is wat anders. Zelfbeminning is eigenlijk dat je niet zozeer bezig bent met de erogene zones. Mm-hmm. Maar dat je hele lijf bemin je. Dus eigenlijk dit stukje huid is net zo belangrijk als een erogeen stukje huid. Mm-hmm. Dus zelfbeminning betekent het beminnen van het zelf. Een minnaar... Je hele wezen. Ja, een minnaar, een goede minnaar, die houdt ook niet alleen van... mag ik even aan je borsten knabbelen? Maar die gaat ook aan de knieën en die gaat ook aan de voeten... en die gaat ook aan het haar. Die vindt, ik hou van jou. Dat is beminnen. Niet ik hou van je vagina en ik hou van je borsten. Dat is pornografisch. Mm-hmm. Ik hou van jou, dat is de minnaar. Ja. Ik hou van alles wat je bent. Hè, de minnaar. En ik raak ook alles aan en ik heb geduld. Zelfbeminning is dus dat idee. Dus dat, en het is lastig voor mensen die dus gewend zijn om anderen ten dienste te zijn. Precies. Want het eigen lichaam is vaak koud. En het eigen lichaam kunt het wel in opwinding krijgen. Maar dan heb je het over dopamine. Ja.
Maar serotonine is voor hun in het begin saai. Ik denk de, weet je wel, zachte ogen. Het is dan een veel rustigere energie, hè? Ja, het is. Nou, mag het, maar kijk, je kunt het heel logistisch maken. Maar voor mensen die dus in de onveiligheid zitten, is het heel verstandig om het even wat uit de orgastische staat te houden. En meer te gaan voelen. Oh, wauw. Dit kan ook lief. Ik kan dit lief hebben. En dat er dan toevallig ook nog erogene zones bestaan, dat is even een bijkomstig bijna. Dus van seks naar liefhebben. Seks ja, naar van beminnen. Seks naar zelfbeminning. Ja. Zelfbeminning, dat is een mooi woord. Ja, en bij zelfbeminning kun je uiteindelijk, mag je ook houden van je erogene zone. Tuurlijk. En dan kun je het in opwinding gaan brengen. Dan ga je dus zelfbeminning in opwinding brengen. En dat is dus geen masturberen. Maar als je het van even plat van buiten zou zien, zou je zeggen, oh, daar is iemand aan het masturberen. Als je zelfbeminning. Maar als je goed kijkt, denk je, dat is toch een verschil. Dit is eigenlijk met een hoogtepunt opwekken bezig. En dit is eigenlijk met een beleving bezig. Waar het hoogtepunt kan gebeuren, maar net heel vaak eigenlijk helemaal niet geen rol speelt. Nou snap ik ook veel beter de titel, ja, Vallei Oor. Ik weet niet, mochten we dat woord wel of niet? Ja, Vallei Orgasme. Ja. Ik weet niet of dat op YouTube mag. Oh, sorry. Maar ja, ik bedoel gewoon Vallei Orgasme. Kan mij die band schelen? Ja, fuck it. Ja, ja, nee, dat is ook een gek voor woord. Dus eigenlijk, want serotonine, die helpt dus eigenlijk gewoon een hele veilige basis maken. Hè? Veiligheidsbeleving. Veiligheidsbeleving. In de beloningscentra. Dus we gaan, daar hebben we hem, van bij dit archetype, van met de aandacht bij de ander, hè, en de behoeftes van de ander, aandacht van onszelf, zelfbeminning, van de dopamine shot naar serotonine. En het houdt de goede kanten van het archetype in stand, maar het gaat de destructieve kant van het archetype verzwakken of minder krachtig maken. Okay. En dan ontstaat een heel aangenaam alternatief. Mag ik er nog eentje, of zullen ze gewoon allemaal nog doorlopen? Ja, is hoeveel we tijd hebben. Ja, we hebben nog wel even. Ja. Het is mijn kanaal, dus kan mij eens schelen. Ja, precies. Ja. De victim. Dit is iemand, kijk maar ook maar naar de houding, Reinhard. Dit is iemand die is, bijna niet meer paniek genaamd, maar gewoon het gelaten. Ja, je ziet ook weer het slachtoffergelaat, letterlijk getekend. Dus dit zijn ook veel mensen die hebben te maken gehad met huiselijk geweld. Ja. Met misbruik, vaak langdurig. Ja. Wat ga je deze mensen... Nou, dat zijn mensen die met een omgekeerd patroon van veiligheid zoeken bij een onveilig iemand. Ja. Dus ze zijn onveilig opgegroeid. Ja. Hun strategie is noodzakelijkerwijs geworden. Ik ben slachtoffer van een onveilige situatie. Mm-hmm. En hun strategie voelt zich daarin wonderbaarlijk en tragisch genoeg thuis. Bij een ander onveilig persoon. Ja, dat dus, wat je zegt? Ja, dus hun valse veiligheidsbeleving is bij een onveilig iemand. Ja. Hoor ik heel veel. Dat is absoluut. En dat is ook waar, als we met veel moeite losbreken uit zo'n onveilige situatie. En dan even, nou, alleen dat ga ik nooit meer doen. En wat blijkt, volgende die mensen naar huis nemen, blijkt weer. In eerste instantie charmant, blablabla. En dan gebeurt het weer, en boem, en dan zijn ze weer terug in de situatie. Omdat ze op zoek zijn naar veiligheid. Ja. Maar vanuit een omgekeerd gevoel van veiligheid. Ze voelen zich veilig bij onveiligheid. Maar dat nemen ze dus waar als veilig. Zijn onveilige mensen voor hun veilig. Dat loopt altijd verkeerd af. Dat resoneert gewoon op die oude traumalaag. Ja, ja, precies. Nou, iemand die dat doet, iemand die zich veilig voelt bij onveiligheid, is onveilig. Ja. Check. Dus wat moet je gaan doen? Je moet je gaan veilig voelen bij je eigen onveiligheid. Terug naar zelfbeminning. Mm-hmm. Dus je hoeft, want ook zij hebben hele mooie kenmerken. Als je naar de positieve kanten van het victim kijkt, ze zijn ondersteunend en liefdevol. En ze zijn ontzettend bereid om de ander alles in de strijd te gooien, om de ander gelukkig te maken. Want dan worden zij ook gelukkig. Mm-hmm. Als je die kwaliteiten dan gaat toepassen op jezelf, nou ja, dan kun je nagaan wat er gaat ontstaan. En uiteindelijk zal het resultaat hebben dat die lens weer gaat terugkeren. Dus dat mensen die zich veilig voelen bij onveiligheid. En dat hier veilig voelen bij onveilig, want ze zijn zelf onveilig. Mm. Maar dat veilig gaan maken, gaan ze langzaam maar zeker zoeken. Oh, ik ga me veel veiliger voelen bij mijn veilige zelf. En dan draait het om. Het patroon wordt doorbroken. En ze worden zeer aangename mensen die heel goed gevoel voor veiligheid hebben voor zichzelf en anderen. Ook hier is het nou de enige. Je moet zonder seksualiteit redden ze het niet. Het is zo krachtig. Als je dus niet dat in diezelfde mening gaat trainen. Dit zijn ook mensen vaak, hè? Dus juist de mensen die verwond geraakt zijn in seksualiteit, zijn vaak extreem ook in seksualiteit. Ze zijn heel, omdat ze zich helemaal overgeven. Ze zeggen gewoon onveilig en zeggen, ik voel me veilig bij onveilig. Als ik me veilig voel, geef helemaal over. En zeg maar wat je wil, zeg maar, geef zich helemaal over aan de al dan niet wat verstoorde patronen van de onveilige.
En ik wil er wel nog even de mensen die dit soort patronen hebben en ook kunnen testen. In de infobeschrijving kunnen ze een testje doen, kunnen ze deze archetypes testen. Dit zijn algemeniteiten. Het is niet dat iedereen die dit archetype heeft precies hetzelfde regelt. Maar wij nemen nu in ieder geval de vrijheid om te beschrijven wat we in de loop der tijd... Het is een grove indeling, juist. Maar vindbare indeling. Iedereen kan dit min of meer zichzelf vinden. Ja. Maar het kent oneindig veel subtiliteiten in. Ja. Nee, maar dat vind ik wel belangrijk als disclaimer. Dat werken met archetypen, dat zijn de honderden uiteindelijk. Maar ik heb er 4 uitgepikt die ik het meest dominant heb gezien. Ja. Wat er bij zo iemand gebeurt... En dit vind ik wel interessant, want dit heb je eigenlijk al genoemd, maar hier gebeurt iets anders. Dus zij is, zeg maar, zij of hij, ik heb ze ook als mannen getekend, laten tekenen. Zij is geankerd, zeg jij, bij jou links in onveiligheid, hè, en zoekt daardoor andere onveilige mensen om. Op een gegeven moment, als deze mensen dat zijn, dat kan rond 2 jaar oud zijn, als ze zich af gaan scheiden van de mama, het kan in de puberteit zijn, maar het kan ook op een latere individuatiefase zijn, draait het patroon om en dan pakt ze eigenlijk, en dan moeten we een ander woord vinden, ik wou zeggen pakt ze de macht, maar dan pakt ze de controle. Ja, het is controle. En zegt ze, dit gaat me nooit meer gebeuren. Ja, dat is de illusie van controle. Dat is eigenlijk de illusie is dus nog geen macht, nee. Het is controle. Ja. En vaak sluit ze, kijk maar naar de houding, sluit ze zich ook af. Van die onderste, Dan Chen noemde hij het geloof ik, hè? Onderste, van de buik. Van de buik, de buik is weg, Buik is en weg. Dit is ook vaak dicht. Ja. Vaak is dit ook dicht, wordt heel krachtig. Hè? Ik noem het in de positieve versie, noem ik het ook wel de powerhouse. Ja. Een hele krachtige zakenvrouwen. Het goede van hun is, vind ik ook echt, dat ze niet rondlopen met lading. Dus als er al iets gebeurt, meteen, ik ben het mee eens. Als jij zo begint en is afgelopen, of je had beloofd dit te doen en je doet het niet, zo kunnen we niet werken. Makes sense eigenlijk. Al die archetypen hebben een hele goede kant. Absoluut. Ze hebben allemaal positieve En dat hebben die ook. Het zijn vaak hele belangrijke mensen op het werk, zeg maar. Die bijna het hele team bij elkaar houden. Zonder hun zou de heleboel versloffen, zeg maar. Ja. Dus een heleboel goede kanten. Alleen bij hun is het probleem omgekeerd. Ze hebben hun eigen onveiligheid veeig verklaard. Even kijken. Wacht even. Zeg dat nog eens. Ze hebben hun eigen onveiligheid. Ja. Namelijk, ze hebben ook onveiligheid-issues. Maar hun gedrag, hun strategie is gericht op, ik ben veilig. Mm-hmm. Dus als je hun vraagt, is er iets aan de hand? Nee, maar dat is dus eigenlijk afgesloten. Ja. Maar ze nemen zichzelf waar als veilig. Juist. Terwijl er onveilige patronen onder zitten. Ze nemen zichzelf waar als veilig en machtig. Ja, dus deze, de mensen die we net besproken, die zijn eigenlijk onveilig. Maar die hebben het omgedraaid. Die voelen zich veilig bij onveilige mensen. Ja. Dit zijn mensen die hebben zichzelf veilig verklaard, terwijl ze onveilig zijn. Ze zijn ook helemaal overtuigd van dat ze goed bezig zijn. Ja. Eindeloos. Heel moeilijk om zelfkritiek te verdagen. Ja, hoort als mensen tegen ze zeggen van, nou ja, de manier waarop je... Ja, maar de bedoeling is goed en het gaat hierover toch tenslotte het hele bedrijf moet goed draaien. Altijd wel een redentje om het weer goed te kletsen. En terwijl gewoon, het is ook zij lopen met onmacht en onveiligheid rond. Ja, en wat is het advies aan deze mensen? De seksueel taoïstische visie van Reinhard. Ja, maar nu ga je hem langzaam zeker ruiken natuurlijk. Mijn antwoord is steeds hetzelfde. Ja. Maak je ogen zacht en ga naar je eierstokken testicles. En ga dat koppelen. En ga leren eigenlijk in absolute veiligheidsintimiteit ontdekken wat echte veiligheid is. Met jezelf. Echte veiligheid zit in overgave in veiligheid. Dus onechte veiligheid zit jezelf veilig te verklaren als je onveilig bent. En daar, dat bedacht ik me net al, daar zit dus in eerste instantie, als je dit archetype hoog ontwikkeld hebt, en nogmaals, dat kun je dus gewoon makkelijk testen in de infobeschrijving, als je dit hoog ontwikkeld hebt, zou je dus in eerste instantie een buiginkje naar jezelf moeten maken. Moeten erkennen van, ik heb een krachtige persoonlijkheid ontwikkeld, die denkt dat ze veilig is, maar daaronder zit dus... Ja. Onveiligheid. En die onveiligheid die wappert eigenlijk door haar heen naar de mensen om zo iemand heen. Haar, hem. Hè? Dus de heleboel mensen om zo iemand heen voelen zich vaak onveilig. Die voelen zich onveilig. Denk, die angstculturen die zo'n grote rol spelen in bedrijven, die ontstaan vaak door dit soort mensen. Okay. Terwijl zij denken, ik ben toch veilig? Ja. Maar ja. De onveilige stuwing daarachter, die dendert er doorheen naar de mensen die gevoelig zijn voor onveiligheid. Lees, wij allemaal. Ja. Dus dat is dat frustrerende over hun vaak. Dat ze eigenlijk, weet je wel, ze hebben iets van, ik doe toch mijn best en het is goed bedoeld en ik probeer toch alles op alles te zetten om jullie samen, weet je wel. En uiteindelijk zegt deze, we weten helemaal niet meer wat we moeten doen om het jou naar de zin te maken. Volgens mij heb je daar wel herkenning bij deze mensen. Ik ken ze alle. Ja, precies. Ook gaat. Jij hebt dit meegemaakt. Ja, meegemaakt. Ja. En ik kijk,
archetypes ken ik al heel lang. En deze, wat ik mooi vind in jou, dat je de codependency archetypes hebt geïsoleerd. Dat is goed werk. En dus dat iedereen kan de codependency, iedereen, want deze één van de vier ben je, met al zijn miljoenen variaties, één van de vier ben je. En als je dan je eigen codependentiepatronen gaat ontdekken, met de goede kant, want die zijn waardevol, maar met de destructieve kant, die zijn gevaarlijk voor jezelf en anderen, dat kun je eruit trainen. Ja, dan blijft iets heel moois over. Absoluut. Dus het antwoord, je voelt hem al aankomen. Het is steeds hetzelfde. Het antwoord is hetzelfde. Dus we knippen dat gewoon eruit, het antwoord. Maar het leuke is, jij noemt eigenlijk een primeur. Want ik ben op dit moment met de tekenaar, Tom van der Linden, die tekent deze archetypes allemaal. Ik beschrijf ze. Ik geef hem een hele beschrijving van dit doen ze. En dan gaat hij dus tekenen. Maar ik laat nu de positieve aspect van wat jij zegt, als dit deel transformeert, als dat deel voor zichzelf gaat, die zelfbewoning gaat oefenen, dan transformeert het. Dan komt dus het goud. Ja. Zijn we bij de alchemie. We hebben bij 2 van de 4 gedaan. Nee, we hebben er 3 van de 4 gedaan. We hebben de alcoholic gehad. Ja, oh ja, we hebben de victim gehad. We hebben de conservatief gehad. Maar de victim, als je de victim kijkt, die heb je nog negatief laten zien. Die zie je deze zijn allemaal nog in de negatieve variant. Oh, okay, wat de conservatief. In de positieve versie, dat wordt gewoon een powerhouse. Ja, is een powerhouse. Dat wordt gewoon, een superkrachtige vrouw. Ja, en de love addict is een verleidingsmachine. Nou, de love addict in de positieve versie, is die heb je ook al genoemd, is de lover. Ja. Dat is diegene die kan beminnen en die, weet je, dus die worden getekend. Ja. Dat we, als we elkaar weer een keer gaan ontmoeten, dan heb ik die ook erbij voor je. Ja, mooi. Ja. Wat hebben we hier nog over te vinden? Iemand is liefdesverslaafd, is dus... Dit is anders dan de helperholic. Dus zij is verslaafd aan aandacht. Ja, ja. Sorry, zij is verslaafd aan gewaardeerd worden. Ja. Aan liefgevonden worden, aan beleefd gevonden worden. Ja, belangrijk zijn voor de ander. Maar zij is, zij of hij, moet ik erbij zeggen, is verslaafd aan aandacht trekken. Met het voorkomen, met helemaal die buitenkant. Zeg daarom maar, noem ik het ook een verleidingsmachine. Een verleidingsmachine, nou, zo kunnen we het ook noemen, de verleidingsmachine. Ja. Jezelf helemaal aandacht aantrekkelijk maken om aandacht te krijgen. Ja, en wil bewonderd worden. Eigenlijk. Om bewonderd te worden, exact, om liefde te krijgen. Daardoor ook zelf gaan bewonderen en de anderen op een voetstuk zetten. En eigenlijk wordt grappig ook hun seksualiteiten. Van buiten zien ze er heel sexy uit. Super seksueel. Maar als je dan wat dichterbij komt, dan ga je op een gegeven moment merken, hé, wacht even, het is moeilijk om langs die hele sexy buitenkant te komen. En als je er eenmaal langs bent, dan zit een heel onzeker seksueel wezentje eigenlijk. Ja. En die eigenlijk helemaal niet goed weten wat liefde bedrijven is. En ze kunnen wel in die romantische roes en die verliefdheidsroes kunnen ze geweldig in meegaan, maar echt in de verbinding of echt in een soort versmeltingskracht is heel moeilijk voor ze. Dat is ook wel algemeen, hè? Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die ongelooflijk goed kunnen beminnen de liefde bedrijven. Maar jij neemt iets waar, dat er dus eigenlijk iets van binnen, als ik in jouw woorden ga praten, iets niet gevuld is. Ja, ze zijn alle vier niet gevuld, maar zij vinden dat ook heel duidelijk in zichzelf. Dat van binnen eigenlijk, ze voelen zich eigenlijk ook altijd, allemaal altijd weer diezelfde nuances toe. Precies. Maar wat heel vaak gebeurt is dat ze eigenlijk zichzelf helemaal niet aantrekkelijk vinden van binnen. Mm-hmm. En juist heel onzeker zijn. Absoluut. Over hun lijf. Of maar over daar hun, ontstaat die verslaving van, het voelt ergens in de diepte onzeker. Ik voel me helemaal niet fijn. En daarom willen ze ook het liefste met iemand vrijen die hun bewondert. Juist. Of die eigenlijk met een roze bril op naar hun kijkt. Juist. Maar dan durven ze zichzelf ook bloot te geven. Ja. Want als iemand echt kritisch kijkt, dan denken ze, dan hebben ze door dat ik fake ben. Ja. He, dus ze hebben een deep down, een fake gevoel op hun seksualiteit. En houden daar ook niet echt van echte diepe seksualiteit. Want daar zit dat, daar haait dat. Daar gaat het wringen. Ja, daar gaat het wringen. Daar gaat het want daar gaat die pijn die daar opgeslagen zit, die gaat natuurlijk vrijkomen. Ja. Maar de mooie kant ervan, zijn gewoon ontzettend inspirerende mensen. Absoluut. In heel veel opzichten. Dat hoeft eigenlijk niet weg. Alleen, je wilt natuurlijk van binnen. Ja, dat fake gevoel, die twijfel van ik ben, als ze eenmaal ontdekken wie ik echt ben, dan blijft er niks van me over. Als je dat gaat laten groeien, dat gevoel van zelfbeminning jezelf kunnen vullen, dat in dat type laat stromen, dan ontstaan er waanzinnige interessante mensen. Ja. Dat zijn ze vaak ook als ze klein zijn. Klinkt als ze zeg maar onder de 20 zijn, dan hebben ze heel vaak dat heel sterk. En dan gaat dit steeds groter worden en dan gaat het steeds meer af. En dit bedoel je de onveiligheid, hè? Ja, de onveiligheid en het zelfdestructieve, zeg maar. Dat wordt door de tijd heen groter, dat stapelt een beetje door de jaren heen. En als je daar dus iets tegenover gaat zetten, wat dus
zelfvullend is en zelfvindend is. En dus dat vonkje van onschuld en schoonheid in jezelf vinden en dat gaan laten groeien. Ja, dan ontstaat een ontzettend leuke mens. En dan transformeert het archetype. Ja, het archetype zou je kunnen zeggen, uiteindelijk, het blijft een archetype. Ja. Maar het goede en het slechte gaat veel meer in balans komen. Dus het wordt neutraler. Dit wordt minder extreem. Of zeg maar, de buitenlijke kant wordt minder extreem en de innerlijke kant wordt voller. En het gevolg is dat je vier hele mooie archetypes krijgt. Mooi. Ja, en dan kun je nog verder, je kunt nog veel verder op in. Je kunt de archetypes ook laten verdampen, zoals het heet. Er kunnen nog weer andere dingen gebeuren, maar je bent al super ver als je archetype, de destructieve kant, als die laat vervangen door zelfliefde. Ja. En die zelfliefde in dat archetype laat stromen, dan hebben we het al over fantastische mensen. Ja, toch? Ja, absoluut. En vertel eens verdampen. Dan gaan we is de tovenaarsleerling die bespreekt dan. Wat is het verdampen van een archetype? Nou ja, kijk, je wordt geboren als een bonkje sterrenstof. Ja. En dat sterrenstof moet zich vormen tot een archetype. Dat betekent dat je onbewuste keuzes maakt om een bepaalde vorm naar voren te krijgen. Mm-hmm. Nou, dat waar komt die vorm vandaan? Die komt uit een soort energiereservoir, wat je ook voor andere dingen had kunnen gebruiken. Maar je gebruikt het hiervoor. Mm-hmm. Maar als je nou de archetype uiteindelijk, als je hem in balans hebt, dan kun je beginnen met het verdampen. En het verdampen betekent eigenlijk dat hij terugvalt in alle potentie die je hebt. Oh. En dan kun je eigenlijk, dan krijg je veel grotere keuzevrijheid. In plaats van dat je één archetype bent, kun je alle vier tegelijk worden. Mooi, dan word je dus eigenlijk een soort vormloos en dan heb je weer het hele potentieel beschikbaar. Check. En dat wordt vaak door de meesters benoemd als het ego kwijtraken, maar dat is niet goed geformuleerd. Het gaat eigenlijk over dat je weer de beschikking krijgt over datgene wat strategieën maakt. En wat heeft die vier strategieën gemaakt? Ja. Datgene, dat kun je via het kalmeren van de archetypes vinden en dan kun je het laten oplossen en dan kom je terug in datgene wat ons zo'n strategie maakt. En dan kun je een nieuwe strategie gaan bouwen die veel meer gebaseerd is op veiligheid en op macht in plaats van onveiligheid en onmacht. Daar praten we echt over innerlijke alchemie. Dat is echt innerlijke alchemie en de basis daarvan is je seksualiteit trainen. Punt. Mooi. Zullen we het daar zo langzaam bij laten? Want volgens mij is dit een heel... Nee, toch niet? Ja, nee, ik vind het allemaal super. Maar je voelt hem al aankomen. Die kun je eindeloos volhouden. Ja. Nee, maar ik denk dat we hiermee een heel mooi einde hebben. Dat het gewoon rond is. Dus los op je eigen levenspad. Die archetypes los. Ga monocultivatie beoefenen. Check, jezelf leren beminnen. Check. Voordat je het vanuit codependency bij een ander haalt. Ja, maar dan is nog de zwart-wit. Tegelijkertijd. Vasthouden wat je hebt. Niet in paniek raken. Ga dit toevoegen. Ja. Ga langzaam mee zeker die seksuele energie en die zachte ogen toevoegen aan dit. Het heeft wat tijd nodig. Het is geen tip of zo. Even. Het is niet 1, 2, 3 voor elkaar. Maar ga het blijven toevoegen. Blijven toevoegen, blijven toevoegen. En je zult merken dat je onmerkbaar langzaam loskomt. Dus van de destructieve patronen. Maar niet na een paar maanden heb je nog niks in de gaten. Mm-hmm. Maar na een jaar, 2, 3 jaar, dan kijk je in de spiegel. En je, shit, het gaat beter met mij dan 3 jaar geleden. En als je dan weer in de spiegel en dan 6 jaar denkt, dat zachte ogen en die seksualiteit trainen, mijn eierstok en testicles op een mooie manier door me heen laten stromen, de energie. Het heeft alles veranderd. En over 10 jaar zit je hier in het huis en zeg, luister, we moeten allemaal seksualiteit trainen. Prachtig. Zo gaat het. Nou, Reinoud, onwijs bedankt. Ik voel me heel dankbaar. Ik voel me vereerd dat je hier geweest bent. Ja. Ik ga in ieder geval jouw informatie, waar mensen jou kunnen vinden, in de infobeschrijving achterlaten. Als mensen het interessant vinden om meer van je te lezen of een cursus bij te doen. Het is geen reclamekanaal. Ja. Laat dat maar duidelijk ik zijn. Ik wil ook wel een tegenbeweging maken. Ik vind het fijn dat ik hier uitgenodigd word. Ik voel me heel erg thuis bij iemand die de archetype op tafel zet. Van een archetype van codependency. Dat is naar mijn idee een super ding wat je hier aan doet. En dus ik zal ook zeker mijn best doen om vanuit mijn kanaal mensen naar jouw kant op te krijgen. Nou, hartstikke fijn. Doe. Ja, dankjewel. Ja, tot bedankt. De volgende keer. Ja.